The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier al the zonder. Als het ergens over moet gaan, zijn de mensen na de zee. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to de AA. Vandaag familie op bezoek. Onze gast en ik go way back. en stonden samen aan de wieg van de grote stand-up comedy boom in ons land. Hij is cabaretier, comedian, acteur en bovendien een uitstekend danser. In 1998 vormde hij samen met Randal Kazar het cabaretduo Vrolijk België. waarna ze meteen het Humorologie Festival wonnen. In 2002 ging hij solo. en haalde de finale van het Leids Cabaret Festival. Dat leidde naar zijn eerste solo-programma Hedensoep, dat hem recht naar de top van de Nederlandse en Belgische cabaret- en comedy-scene katapulteerde. Hij was in Nederland te zien in programma's als Vara Laat en bij ons in Comedy Casino. In 2004 won hij de Nederlands Hoopprijs en is in zijn carrière één keer genomineerd en twee keer laureaat geworden van de meest prestigieuze theaterprijs in Nederland, de Polifinario. Verder was hij te zien als jurylid in De slimste mens, speelde hij in de fictiereeks Geen probleem op de VPRO samen met Theo Maassen en Stefan van Brabant. Hij acteerde in de film Dirty Mind van de regisseur Pieter van Hees en in De Ronde van Jan Eelen. Sinds 2015 is hij ook op canvas te zien met een door hemzelf gecreëerde reeks Winteruur en werkte hij mee aan de komische reeks Clinch. Ik kan hier nog lang bezig blijven, maar laten we er gewoon aan beginnen. Welkom Wim Helsen. <laughs> Dank je wel. Goed, hè? <laughs> Ja, maar als je dat allemaal zo voorleest en denk van ik heb al wel wat gedaan, terwijl tegelijkertijd betekent dat allemaal niks. Hè? Ja, dat is, dat is funny. Ja, je vindt dat zelf toch? Want voor veel mensen betekent dat ook wel iets. Hè? Ja, ja, dat is waar. Maar als je rondloopt, je loopt, dat zal voor u wel hetzelfde zijn. Denk je. je denkt nooit van. Uh... Nee, ik loop heel de dag rond van mijn god, wat heb ik allemaal bereikt? Ja. Mijn leven. <laughs> ik heb, uh, je staat nooit op dat je denkt van oh, ik heb daar al gespeeld en ik heb die prijs gewonnen. Dat doet er allemaal niet meer toe. Nee. Jammer genoeg. Nee, dat is gewoon op dat moment. Ja, eigenlijk misschien een goede vraag, omdat je dat direct al zegt. Uh, hoeveel geluk haalde jij daaruit uit zoiets? Duurt dat lang? Of zit jij dat ook even rap na vergeten? Als dat, ik zal nu maar zeggen, de Polifinario is bijvoorbeeld. Hè, dat is de, hè, de, de grootste theaterprijs die je in Nederland kunt winnen. Je hebt hem al twee keer gewonnen, denk ja. ik zelfs. En um, dan denk ik ook van, ja. Is dat iets waar dat jij enorm veel voldoening uit haalt? Duurt dat lang? Of heb jij ook al even rap zoiets van... Ja, dat is eigenlijk ook allemaal maar zinloos. De, de, ja, zelfs de dag zelf dat, je, dat ik het won, was ik er eigenlijk... Ja, is ik het al over. Al, ja, ik geneerde mij vooral eigenlijk. Waarom? Eh... Dat is raar. Uh, misschien herkennen dat wel. Maar dat, dus ja, een, een deel van mijn job tot nu toe is geweest uh, op een podium staan voor een hele groep mensen en dan van alles doen. Maar op zo'n moment, als je in zo'n zaal zit en die zo prijs dan ben ik vooral nerveus. <laughs> uh, en ik hoop dan dat ik niet ga winnen, omdat ik anders een speech ga moeten geven. Ja. Ik heb een keer, ik was genomineerd voor de Polifinario en toen won Theo Maasen. Ja. Uh, en de opluchting, ik kon die opluchting door heel mijn lichaam voelen stromen omdat ik niet gewone was en niet moest gaan speechen ja. Ja. dat is wel raar, hè? Want het einde, allee, en ook niet, want ik begrijp dat wel ik merkte dat ook al nu, vond ik, toen dat jij zo die uh, um, dat jij ook zo een soort uh, sportprijs moest presenteren in, uh, dat jij zenuwachtiger waard dan dat jij gewoon op een podium ja, staat te spelen, hè? in een volle carré of noem het maar op dan denk je, dat doet je moeiteloos alsof dat niks is. Maar dat je zo'n speech moet gaan voorlezen, of je moet zoiets gaan inleiden, dan wordt dat ineens... Dat is heel raar, dat is ja. heel raar. Ja. Maar, maar ik denk ook, want mensen zeggen soms um, dat je dat durft, op een podium gaan staan. en Sommige mensen hmm. vinden dat crazy, dat je dat durft. Maar het is niet zo dat wij, ik spreek nu maar voor ons allemaal, en dat klopt misschien niet, maar... Dat wij geen angst hebben daarvoor. Het kan mm -hmm. wel zijn dat we, als we een show veel hebben gespeeld, dat we vertrouwen hebben in het feit dat het komt wel goed En dat we niet sterven van de zenuwen vooraf. Maar als we met nieuw materiaal komen of uh, zonder iets moeten doen, dan denk ik zelfs dat bij mij en ik denk bij nog wel wat uh, andere comedians. de angst om op podium te komen veel groter is. Ja. En daarom is de, de energie die loskomt als het wel goed gaat ook nog eens exponentieel veel groter, denk ik. Ja. Herkende je dat? Ja. ja, ik snap wat je wilt zeggen. Want Ik vind dat ook, ik vind dat ook heel vaak, als ze mij, he, dat, daarom... Die, ik doe dat ook allemaal niet graag. Ik ben gewoon het liefst zo vertrouwd als mogelijk als ik dingen doe. Hoe nozel dat, dat ook lijkt, maar ja. ik, ben, ik word ook bijvoorbeeld heel rap onzeker in iets als een panelshow. Of iets waar je zo moet gaan zitten en dan, dan moet het maar leuk zijn. Terwijl dat ik... Veel liever onder controle heb wanneer dat het leuk is. Ja. En ook als het sukt, dat je weet, ja, ja, ik ben gewoon aan het try-outen en dat sukken, dat is ja. vreselijk, maar dat hoort erbij. En ik, kan, en ik kan dat de volgende keer beter doen. Hè? Ik ja. voel dat deze sukt, dus ik kan er mij mee bezighouden en de volgende keer gaat het beter zijn. Ja. Controle, hè? <laughs> ja, maar dat is ook zo. Terwijl vanaf het moment dat dat afhankelijk is van meer dan alleen maar van jezelf, dan wordt dat ook. Vervelend. <laughs> en en alle, alle ervaringen die ik er ook ooit mee heb gehad, die waren ook heel leerzaam, maar heb ik achteraf altijd zoiets gehad van damn, dat had ik toen echt moeten weten. want Wanneer, ik voelde wat, wat dat al diep van binnen dat dat, dat, dat niet klopte. Ja, ja, ja. Um, en, en een van de grote Gaat voorbeelden... Je luisteren naar uw intuïtie. Naar mezelf. Ja. En dat is bijvoorbeeld een van de beste voorbeelden, was ik en een samen in Carré, met 25 jaar Leids Kabaret Festival. Ja. Waar jij zo eh, kwam, uw gedichtenbundel kwam voorlezen, wat eh, geniaal graaf was, en dat dat, ik denk dat dat u... Ook toen zag je dat jij in Nederland door die momenten al gecatapulteerd werd naar een ja, soort ander, dat een soort mooi, bekendheid. Ja. Terwijl dat ik eigenlijk toen dat ik mijn kwartiertje daar wou doen, dan wou ik gewoon mijn eerste 15 minuten van mijn show doen. Want daar zat heel veel lach en dat is heel cool. En op 15 minuten kun je geen verhaal vertellen. Hè? Kun, of nee. misschien wel, maar dat was ook niet nodig of zo, in die avond. Maar dat was dan zo'n regisseur die ons allemaal bijstond en die dat dan eiste dat dat zo een begin, een midden en een einde had. En die wou dat dat erin zit en dat stuk moest er per se in zitten. Ja, dat was letterlijk ik, dat. Nee. En ik was toen te onzeker, dus ik had zoiets ja, jij zult dat wel weten. Ja. Terwijl alles in mijn binnenste zei, nee, nee, ik kon daar veel harder scoren dan ik gewoon doe wat nee, nee, ik wil. Nee, je het niet naar jezelf geluisterd. Nee, en nee. ik heb daar twee avonden gestaan en dat was eigenlijk niet zo heel leuk. Ja. En ik voelde ook achteraf van, ja, ik heb daar niet de impact gemaakt dat ik had gehad, ja. als ik had gedaan wat ik wou. Ja, maar hij is dood, ondertussen, gast. Is dat echt? Ja, ja. Ah, karma. Gelukkig. <laughs> Het zal hem leren, de smeerlap. <laughs> 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 mijn, mijn avond in Carré verneuken, jij klootzak. <laughs> ja. Nee, ja, sorry, daar dat had ik totaal geen idee van. Maar ik vond dat gewoon, dat, nee, dat, ja, bij mij dat, dat was ook niet die zo'n fout. Ik had gewoon moeten zeggen, dat kan allemaal, maar ik kon doen wat ik wil. Ja. Ja. wat ik nu wel zou doen ja. ik zou nu gewoon zeggen sure buddy, maar uh, deze is wat dat gaat zijn ja. Zo, en dat is omdat je, ja, omdat je leert van dat soort dingen dat je ja je ja. hebt dat ook met mensen hè mm -hmm. hoe bedoelde ik bedoel dat je gewoon wat, wat dat je zegt je kunt, als je dat anders formuleert kun je zeggen van, dat is gewoon vertrouwen in wat ze noemen je intuïtie mm -hmm. deze klopt niet of dit is niet voor mij ja uh, en, maar er is altijd een ander stemmetje. Dat, of, dat dan, of er kan dikwijls een ander stemmetje zijn dat dan zegt van. Ja, maar ze vragen dat. Het uh, zou wel een kans kunnen zijn. Misschien kan ik dat wel, zou het zou toch leuk kunnen zijn. Mm -hmm. uh, en ze vragen het zo dwingend, weet ik wel allemaal. En als je daaraan toegeeft, uh, ja, dan staat het daar ergens ineens, zodat je niet thuis hoort en waar dat het niet klopt. Wat je doet, en waar je, je achteraf stom voelt. Heb ja, ja. um, je dat veel meegemaakt? Want ik heb altijd het gevoel gehad bij u ook. Dat jij redelijk snel wist wat dat jij waard. en dat jij ook heel veel dingen niet hebt gedaan, dat ik heel veel andere mensen wel heb zien doen. Ik heb juist gelijk dat jij, juist gelijk bij u, denk ik wel, voor elke keer dat ik ja heb gezegd op iets, mm -hmm. ja, 99 keer nee gezegd. Ja. 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 Maar het is, mij wel, het is mij wel overkomen dat ik ergens verkeerd zit, ja. En bij sommige dingen weet ik het ook niet, want je weet, de slimste mensen, daar doe ik wel aan mee, ja. in, in de jury zo soms. En... Um, dat doe je goed ook. Dat, uh, ja. Ik voel mij nou. ook beter en beter da daarin. Ja. Je, moet zowel, je moet die omstandigheden leren kennen om daarin te kunnen... Uh, oh, om er goed te kunnen zitten. Ja. En ondertussen moeten ook blijven weten, want wat er dan gebeurt, dus er is altijd een... Je krijgt als jurylid vooraf de vragen hè? en er worden grappen gesuggereerd. Uh, ik denk dat ik geen geheim verklap nu. <laughs> maar veel van die. Weg met die mythe! Uh, Kijk, maar de meeste van die grappen die kan ik niet doen, want ik, nee. die, die zouden niet werken als ik die doe. Ik schaam mij al vooraf bij het idee dat ik die grappen zou maken. Maar ik zit ja, dan ja. bijvoorbeeld naast de Geubels ja. en je maakt zo'n grap die in het script staat en ik moet keihard lachen, want je brengt die. Ja, die kan het dan ook brengen, alsof dat die daar ontstaat. Ja. Uh, en dat is grappig. Maar het is dan wel een paar keer gebeurd dat ik toch zo'n grap breng. Mm -hmm. En dat die wel goed genoeg werkt. En tegelijkertijd voelt dat slecht en stom. Omdat dat niet, omdat dat een grap is die ik eigenlijk nooit zou maken. Ja. Snap je? Ja, ik snap dat. Of die, ja. Ja, dat komt niet van nu. Dat is zo'n ding waar je van denkt. Ah oh, ja, ja, dat is. Uh, dat ja. is geschript. Of dat is zo dat. Terwijl ook helemaal niks scripten is soms ook moeilijk, zeker voor tv. Hè? Dat je denkt, ik ga het maar allemaal laten afhangen van de avond zelf, is soms ook nogal een serieus risico. Het ding is, bij bijvoorbeeld de slimste mens, ik bereid mij voor en ik bereid dingen voor die ik kan zeggen. Soms grappen, soms dingen waarvan ik denk dat is een interessant idee en dat kan een goede grap worden. Uh, en meer dan de helft gebruik ik niet. Maar gewoon omdat ik ze heb, ja, ja. is er vertrouwen genoeg van ik ja. zal wel iets te zeggen hebben. Ja. Dat is altijd wel goed, hè, dat, je zo, dat, je, dat, dat heb ik ook altijd met mijn papiertje op het podium, zo, dat dan op, op, een, op een stoel ligt, dat ik denk, ja, dat is er. En nu moet ik mij dat ook niet meer aantrekken, dat dat er is. Ik Mogen we eens, toch? Dat doet mij denken, ik heb eens, uh, toen ik nog in het middelbaar had, in het tweede middelbaar, uh, een enorme speakbrief gemaakt voor, voor uh, Latijn, ik deed Latijn. Uh, waar heb jij stik... gezeten op middelbaar, waar zat jij? O.V. Onze lieve vrouw van Loerders College. maar ah, ja. maar dat Bart de Wever ook gezien. Ah, oké. Okay. Ja. All right. Het is goed uh, dat je dat erbij vermeldt. Ja. Uh, <laughs> en uh, ik, heb dat ik heb die niet gebruikt tijdens dat examen. Dat was een In mijn beste examen Latijn ooit of zo. Ja. Hetzelfde principe, denk ik. Ja. Dat is wel, wel weird, want voor iemand dat zo bekend is als dat jij bent, ze, zeg jij eigenlijk ook een klein beetje een mysterie, vind ik ook altijd wel. Zo, er is... Niet zo enorm veel over u bekend, heb ik nee. het gevoel. Jij is er niet iemand dat. Jij is er ook zo een van die mensen die zo in de schijnwerper staan. wanneer dat hem iets te doen heeft. Maar anders ook niet, of zo. Dat klopt, ja. En ik moest ook wel lachen met u. Uh, met u hè, in deze tijden waar we in zitten nu. dat er zo'n artikel was met als kop. blijf gewoon bij de pakken zitten. Ja. Leg dat eens uit. Hoe voelde jij dat? Of hoe herhaalde de, jij deze? De eerste lockdown. Ja. Hè? In, in maart, dan, ja, die was nog maar een paar dagen bezig en van overal kwamen er uh, initiatieven. Ik heb het over de, de cultuursector. Hè. Mensen die van alles verzonnen van, uh, wat dat je toch zou kunnen doen. En ik voelde direct van: oh, dat vermoeit mij. Ik vind. <laughs> ja. Nee, ik lach omdat ik dat mega herkende. Ah, ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. ja. is een dwang om te moeten bewijzen dat je. Uh, creatief kunt omgaan met omstandigheden en dat we ons niet gaan laten doen en dat het uh, wel kan. Het kan niet. Wat, bedoel, wat je in een theater voelt en ervaart als publiek of als mensen op podium, uh, dat kan alleen in een theater, dat kunnen niet reproduceren met een scherm. Ik bedoel, van, er zijn uh, van u, van mij, allez, van, van, van bijna alle comedians zijn ook opnames en dvd's en wat weet ik allemaal. En in het beste geval is dat goed en werkt dat, maar dat kan nooit typen aan de ervaring die je hebt als je in de zaal zit. Mm -hmm. hè. Um, dus met dat soort platformen dan van alles uh, proberen, ja, dat, vermoeid, dat vermoeide mij meteen. En ik vind het ook gelijk veel mensen gewoon geweldig grottig mm -hmm. hoe dat is. Uh, en dat ontneemt mij ook veel energie en levenslust. En. Um, dan denk ik ja, ik heb liever als, als dan iemand zegt van ja ik heb dit en dit bedacht om uh, uh, met Zoom voorstellingen en zo te maken, dat, ik wil dat zelfs liever niet weten eigenlijk. Ik wil liever dat iedereen dan juist gelijk ik bij de pakken blijft zitten. Anders Je wordt er en... ook een beetje aan betend van, hè, want dan eigenlijk denk je zo, ja, ja. ik ben hier geen kloot aan toen, nee, het en die zijn hier van alles aan het verzinnen, <laughs> en die zijn wel kijk creatief bezig, ja. en ik, ik dacht ook ineens, want hè, zo, ja, maar je zit toch creatief, en dan dacht ik, maar ik ben helemaal niet creatief, dat was ook zo dat moment, dat ik dacht, ik ben eigenlijk maar in één ding goed, en ja. dat kan ik nu niet, ja. hè, want dat kan niet tot zijn recht komen, nee. in, hoe dat je, hè, kunnen zo niet comedy online doen, dat ik denk, wat? Hoe was dat, dat moment, dat we hadden zo hier uh, professor Elke van de Hoofd, oh. van de VUB, maar oh. dat was via Zoom en dat was wel heel interessant. Die was cool en hij zou bijna hetzelfde verhaal aan het vertellen. En ineens verandert hij een beetje in lesgeven en zo. Ja Alex, jij gaat jezelf moeten omgooien. Dit is nu het ideale moment om je helemaal en ik denk het nu voor kop. Hij zo. Oké, oké, ja... Het beste was dat hij mij zo wat terechtwees, op een juffrouwachtige manier, maar die won ook vol een bak, hè. dus ik zat er ook zo... Ja, yeah. <laughs> die, zei, die zei tegen mij, dat was fantastisch, ik zeg, I didn't sign up for this. En dan zegt hij, ja, er zijn dus momenteel wel heel veel mensen die dingen aan het doen zijn where they didn't sign up for, Alex. Ja, ja. En ik zat er zo, ja, dat is waar, hè... <laughs> Omdat ik ben verwend en ik wil dat niet. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik doe, ik wil dat niet. Ja. Dat was het. Hè? Want ja. je komt over als een verwend rotjongen. Maar tegelijkertijd, veel... je merkt dan ook wel dat veel mensen wat dat wij doen niet beschouwen als een job. Hè? Je hoort ook veel mensen dingen zeggen als, dan moeten ze maar eens echt gaan werken in hun leven. Heb jij dat mensen dan? dan ja, oh man, dat zijn ook zo van die dingen die online constant verschijnen, ook over acteurs en over het is eender wie. Hè. Dat ze eronder zeggen: ja, ja, ga maar eens in de supermarkt staan nu. Hè. Ja. Of zo, terwijl je denkt: ja, maar. Maar de, eigenlijk kun je kunt dat ook zien als een soort compliment. Dat... Want gelijk met alles, mm -hmm. supergoeie voetballers, dat ziet er moeiteloos uit. Die zijn mm -hmm. gewoon aan het spelen, precies. Ja. Uh, en die hebben natuurlijk heel veel talent, maar die moeten wel heel, heel hard werken en met hun job bezig zijn om dat te kunnen reproduceren in de moeilijkst mogelijke omstandigheden, namelijk tegen de andere beste spelers van de wereld. Maar dat geldt voor ons ook. Mm -hmm. Als het er moeiteloos uitziet, dan heeft dat het effect bij veel mensen van: ja, dat ken ik de hoek. Ja. ja. En dan mogen ze denken. Maar <laughs> dan moeten ze het ook maar doen. Want het is wel zo van dat het uiteindelijk stroomt alsof dat moeiteloos en vanzelf gaat. Maar er gaat altijd veel werk aan vooraf, toch? Ja, absoluut. En absoluut. tijd en ja. Ja, je en... moet hard trainen om het er moeiteloos te laten nutzien. Dat ja. is een beetje wat dat, dat is. Allee, buiten het feit dat je natuurlijk ook. Ja, je bent wel gezegend met een bepaald talent. Ook niet iedereen heeft dat. Hè? Je hebt mensen die hard werken, veel harder dan mij soms. Waar ik van denk, als ik mij hier vijf minuten mee bezig hou, is dat beter. Ja. En dat is puur en alleen, omdat dat een beetje een gave is, hè? iets dat je gekregen hebt. Dat is waar, maar ik denk ook dat, wat dat je nu verwind noemde er net lichtjes, laat ons zeggen onaangepaste. Uh... Je ziet ook tot vo uh, voordat jij ooit op podium ging staan, waar je onaangepast richting loser zeg maar. Als je het vanuit maatschappelijk <laughs> perspectief zou zien. Is dat waar of niet, Ja, dat, keihard, Awel, ja, maar dat is keihard buna... Maar dat geldt voor ons allemaal. Denk ik. Ik weet niet wat het ergste was. De tempo, de tempo van het verdikt of de woordkeuze. Ja, het, is... ja het, was, het was heel mooi eigenlijk, want het kwam ook vooral vol een bak binnen, zo. Dat je daar zegt en ik denk ja, dat is echt keihard waar. Maar dat ja. geldt voor mij ook ja. en voor veel van ons, denk ja. ik. Ja. En dat maakt ook deel uit van ons talent: van dat je gewoon, dat het, ja, je kunt dat verwind noemen of je kunt, dat, je kunt ook zeggen van ja, niet het vermogen hebben om, om mee te doen. Gelijk dat je zou moeten meedoen als ja. je op een andere manier in de maatschappij zou uh, iets zou moeten betekenen. Ja. Ja, dat merkt ik ook mee. Ik weet niet, heb jij ooit uh, voordat je begon te spelen en zo, heb jij jobs gedaan? Dingen dat je... Ik heb heel veel jobs gedaan. Ja. En ik deed die jobs wel meestal goed, denk ik. Uh, wat ik meestal heb gedaan is Nederlands geven aan anderstalige, ja. volwassenen. Uh, maar ik was ook altijd onrustig. Ik ben rond mijn dertig op het podium beginnen staan. En in, tussen mijn 20 en mijn 30. Hij wordt ook laat, hè. hetzelfde als mij. Hè. Ja. 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 Ik, ik heb wel twaalf of dertien verschillende jobs gedaan. Ik was mm -hmm. altijd onrustig. Zo, in het begin een job, en, uh, 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 je leert dat dan. Dat is ongemakkelijk. Je leert dat op een bepaald moment kunnen dat op een aanvaardbaar niveau. Uh, en dan is dat tof, een tijdje. En dan is dat oké, okay, what's next, eigenlijk wil ik iets anders doen. En ik zag ook altijd in alle jobs die ik deed, uh, een paar mensen die dat nog veel beter deden dan ik omdat dat die hun passie was echt. Mm -hmm. En ik wist ook van ja, dat is bij mij niet zo. Bijvoorbeeld dat lesgeven, ik deed dat graag en goed uh, tijdens de les. Ja. Maar je moet een les ook voorbereiden en zo natuurlijk. En daar begon ik altijd op het laatste moment aan. Waardoor dat je dat meezult tot wanneer je eraan begint, wat dat het eigenlijk minder plezant maakt. Ja. Terwijl er waren ook dan collega's die. Ja, die er dag in dag uit mee bezig waren op een geïnspireerde manier, die zelf allemaal boeken lazen erover, en zelf uh, nieuwe uh, methodieken verzonnen, wat weet ik allemaal, en daarover praten, en, en dat zijn inspirerende mensen. Maar ik zag ook van, ja, eigenlijk, ik wil ook een job die ik zo kan doen. Ja. Het is, maar de moment dat ik op het podium ging staan, uh, alleen, uh, en dat ik voelde van, ah ja, dat, dan ineens viel dat allemaal weg, al die onrust, maar voordien, van andere mensen, de idee, hè, en veel jonge mensen hebben daar last van, mm -hmm. ook, ook vaak minder jonge mensen, van ik weet eigenlijk niet goed wat ik wil, mm -hmm. uh, dat viel ineens allemaal weg, omdat het ja. ineens allemaal duidelijk was van deze klopt. Ja. Uh, ja. Dat is bij mij exact hetzelfde. Ja. Maar je hebt dat wel eerst gedaan met de Randal, hè? met Vrolijk België. Was dat al niet een aanzet of voelde toen al niet dat het daar naartoe aan het gaan was? Of, of wat was dan het verschil voor u daar? ik denk dat, dat ik zou dat nu noemen incubatietijd. Oké. Okay. Dus met de Randal ben ik begonnen. Uh, ik woonde toen nog in Gent. Randal ook, en dat was met een beste maat. We gingen kijken naar van alles en uh, ik bedoel zo voorstellingen, mm. film, ook films en zo. Uh, en achteraf was ons gesprek kwam altijd neer op hetzelfde ofwel waar, waar we tegen elkaar aan het zeggen van hoe slecht was deze, dat kunnen we toch veel beter? Of uh, Wauw, dat is fantastisch. zoiets wilden wij ook doen. Ja. Dus zijn we samen begonnen en dat is een beetje uh, veiliger om met twee te beginnen. En um, ja, je begint en je doet van alles. Maar na verloop van tijd merkte wel of merkte niet dat ik toch andere dingen wou doen dan de randal ja. uh, en dat we met z'n twee dat dat eigenlijk niet ging. En pas was van de, de moment dat ik als, de eerste keer alleen op een podium stond. Dat ik voelde van ah ja. Waar was dat? Je dat gedaan, in een bal in Fernal ingeven. kent ah, was dat uw eerste keer? Ja, ja ah, en cool, dat is fantastisch. coole keet, want dat, dat doet dat niet meer. Hè? Comedy, die, ik denk dat die dan. Dat is nu zo wat overgenomen door de charlatan, denk ik, in Gent. Die doen daar vooral meer. Met een bal in Fernal, dat vond ik ook een beetje een magische plek. Hè? Dat was, was, was eigenlijk ja. een. Ging, qua plek was dat niet zo ideaal. Je had zo'n heel klein. Een heel, een klein, heel klein laag podium. En dan mensen die tot op het podium zaten eigenlijk. Maar ja, dan op de recht, grond ook echt, op letterlijk. De grond, ja, 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 ja. En dan rechts hadden ze de toog, en daar stond ook nog allemaal volk. Dus als je zo naar voren aan het spelen was... Dan negeerde eigenlijk een heel stuk van het café. Ja, ja, ja. Klopt. dus je moet die ja. er ook altijd bij houden. Ja. En ik weet, de allereerste keer dat, was, uh, dat ik speelde, ik was super zenuwachtig. Uh, ik ging tien minuten spelen, en um, Henk Rijkaard liep er rond, en die droeg toen altijd een muts. Ja, nou, en, dat is just, ja. En toen heb ik aan een henk gevraagd van, oh, mag ik die muts niet opzetten uh, om te spelen. En ik zette die muts op en uh, dat hielp mij keihard, dat gaf mij kracht. Uh, Samson kracht dat als Dat was alsof dat, dat so een soort helm was die mij beschermde, die muts. Dus ik heb daar toen de eerste keer gespeeld met die muts in mijn eerste voorstelling. Ik He, had die ook op, ja. ja. Inderdaad, is dat daarvan dat dat kwam? Dat ja, wel, is wel ja. begonnen, ja. Uh, ja. Dat is wel weird. En dat was dan een klein begin van, van hey, de Soep eigenlijk. Ja. Dat was dan, wat dacht je echt mee? Ik begon met, ik wist, het enige dat ik eigenlijk wist, ik, was, ik wil heel, heel kwaad zijn op het podium, uh, maar op een manier dat niemand snapt waarover waarom? ik kwaad ben. <laughs> en waarom. Dat is <laughs> het enige dat ik wist. Ja. En, uh, ja, en ik begon dan met uh, King Kong 5 van Manon Negra, ja, ja. te zingen of te scanderen iets ertussen, en dan, dus dat teken, op een heel kwaaie manier. En dat was het eerste verstaanbare dat ik zei, was dan smeerlappen. Ja, ja, juist. En ja. dat wist ik toen nog niet meer. Eigenlijk waren die omstandigheden ideaal. En er waren al mensen die voor mij hadden gespeeld. Dus dat publiek was al opgewarmd. Die zaten allemaal dicht op één. Veel jonge mensen, studenten, die ook heel open zijn. Dus die mm -hmm. stonden helemaal open voor dat wat ik deed. Dus ik roep smeerlappen en die boel ontploft, naar mijn gevoel. En dan kon ik verder surfen, die tien minuten ah, ja. dat ik had. Uh, en pas achteraf... Leerde dan van dat die omstandigheden inderdaad wel belangrijk zijn. Want als je ergens komt, dan uh, drie weken later, waar dat twaalf man in een, in een kelder zit, ergens waarvan dat er dan nog drie Engelse toeristen zijn, uh, die eigenlijk niet verstaan wat dat je doet. En je doet daar, je komt zo op, dat werkt niet, gelijk dat dat de eerste <laughs> keer werkt in een bal infernal. <laughs> maar je weet wel. Het ja, kan ja, werken. Het kan werken, ja. ja. Want dat is wel. Ik de allereerste keer dat ik u gezien heb. Dat weet ik echt nog levendig. Dat was in uh, de spot night in uh, de Boerla. Ah, ja. En Dan deed jij een half uur. Uh, ongeveer 25 minuten. Vlak voor de pauze. Dat weet ik nog. Hij wordt dan afsluiter voor de pauze. En de headliner was toen. Degene die in het Leids toen gewonnen had. Javier Guzman. Ja. En ik weet nog dat ik. Uh, ja, ik ging daar zitten en ik was ook al mega arrogant, want ik was ook al boos op uh, Christian Lapine, onze toenmalige boeker, yeah. dat ik daar niet stond. <laughs> dus ik, ik, ik zei toen tegen hem, ik zeg, waarom staan ik hier niet? Ja. En die zegt, ja, Alex, het is wel een beetje, beetje vroeg voor u om hier al te staan. Voor u. En ik zeg tegen hem, dat heb ik echt letterlijk gezegd, en gelukkig is dat uitgekomen, want anders was dat... Nog vreselijker geweest, maar ik zeg ja, ik headline deze hier volgend jaar. Dat was ook waar. En hè? dat was ook. Maar, even tussendoor, tussendoor, dus ik kon daar zitten en ik zat daar al met een mentaliteit van: Alle, wat is er hier zo goed als mij? Hè? En ik weet dat de Gunter Lamoot begon en ik dacht, ah, funny gast, dat is wel cool wat dat je doet. Ja. Ik was zo aan het kijken, maar toen dat jij opkwam, dan was ik zo: ik had al wel over u gehoord en ik dacht, ik ben niet benieuwd naar die Wim Helsen, wat dat, dat voor iets is. Hè? want Linda van de Mechanix Strip destijds, die was mega fan van u. Die had dat al tegen mij gezegd. Oh, moet je zien, dat is ongelooflijk. Dus ik dacht, allee, bring it on. En dat begint met King Kong 5. Ga komt op en jij roept smeerlappen en ik vond dat al grappig, maar ik dacht, oké. Maar dan het moment dat ik verkocht was, was dat jij zegt, scepter. en dan zo respect bedoel ik, maar het, was, maar het was vooral de bedoel ik dat ik er ging. dat ik dacht ja oké okay, die kerel is echt funny. En ik moet ook echt zeggen, er was ook niks die avond dat mij meer heeft weggeblazen dan jij. Dat was op dat moment dacht ik holy shit, zo van ja oké, okay, nou weet ik wel dat je, uh, zo hier, hier heb ik wel iemand waar ik van zeg dat, dat is iemand waar ik naar kan kijken en denken wauw, die is Echt met iets bezig dat cool is. Ja, ik had heel veel energie toen ook. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. <laughs> dat klinkt ook alsof... Maar ik, hadden... ik heb het gevoel dat ik niet meer zoveel energie heb. En zeker die kwaadheid van toen, want ja. dat dreef ook op een soort woede eigenlijk. Mm -hmm. die, heb, die is er niet meer, denk ik. Maar enfin, ja. ik weet nog... Ik ben toen met een tram naar de uh, naar stad gegaan, want ik woonde toen in Mortsel. Uh, en ik stap af aan de opera, halte opera, of meer, ja. En ik wandel over de Wapper naar, uh, naar Borla En um, er was iemand die mij de weg vroeg. Uh, iemand, was dat nu, ik denk dat dat een Duitser was, die vroeg mij de weg en ergens naartoe. En die wandelde eventjes mee met mij. En ik vroeg onderweg van waar we moeten we naartoe. En dat was een of andere boekhoudkundige vergadering of zoiets, hmm. waar het om naartoe ging. En dus op een bepaald punt ging hij dan naar links en ik ging naar, naar rechts, naar de boerla. En als die naar links ging, ik was kei jaloers op die gast. Ik dacht van, oh, gij moet ergens aan een tafel gaan zitten, koffie drinken en koekjes eten en ik moet ze in een boerla podium gaan staan. Ik was super bang, vooraf. Ja. Uh, en, wat ik ook nog weet, dus ik vind dat dan wel heel grappig, want ik was echt jaloers, ik wou zo wisselen met die mens. <laughs> Dat was ook de eerste keer dat ik in zo'n grote zaal speelde, denk mm -hmm. ik, in België en dan nog in Antwerpen. Uh, en uh, als ik dan... Als ik uh, begon, eh, ik begon met die, die uh, de versie van King Kong 5 en aan het smeerlappen roepen, uh, dan in een burla zit het publiek heel dicht mm -hmm. en het zat toen helemaal vol. En op, heel heen. hoog. He? Ja, zo, ja, dus ja, dat ja, komt ja. zo echt op je af. Ja. En ik was van die reactie die ik toen kreeg, Um, even van mijn melk, waardoor ik toen met een enige blackout ooit heb gehad. och Dat, dat duurde maar drie seconden nog. maar of dat zet. duurt twintig minuten hè, in uw kop Ineens dat de ja, ja. tijd stil. Ik wist gewoon niet wat is het volgende dat ik ga zeggen. ja en, maar, alleen, maar er, er was zoveel energie dat ik tijd had om het terug te laten komen ook. Ja. Maar eventjes is alles in vertraging. En ah ja. Ja. <laughs> dat dat, 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 dat had ik totaal niet gemerkt, hè, want dat heeft zich ja. gewoon in uw kop afgespeeld. Ja, 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 dat, natuurlijk op dat, ja, dat moment. Dat, dat maar dat was gemerkt, niet dat heen. iemand denkt: oei, Nee, weet nee, nee, helemaal niet, meer. niet. Maar gewoon even. Dat is echt een enige blackout dat jij ooit hebt gehad? Ja. ja. Ik heb er wel verschillende ja? gehad ja, in het begin. En, en een paar waar ik mijn eigen heel moeizaam mee heb uitgeretsen. Van er te staan en te denken: shit, ik weet het echt niet meer. Ja. Zo, terwijl nu, als ik er nu bijvoorbeeld een heb, dan lul ik mijn eigen daar moeiteloos door. Niet alleen dat, dan vraag ik soms gewoon om mensen. Waar was ik nou weer over bezig? Zo, allee, wie <laughs> ja, was er dan ja. dat, ja. Dan mokt er al een ding van. Ja. En dan is wel altijd ene die je dat daar roept. En dan komt dat ook wel terug. Ja, 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 ja. maar, maar dat, is wel. ik heb dat wel meer dan één ene keer gehad. Ja. Ik herinner me nu, nu dat we erover bezig zijn. Was dat nu het jaar, dat jij het jaar erop? Uh, dat een Thomas, een Thomas Smit, heeft daar ook een blackout gehad, ook op zo'n spotlight. Weet je. Ja, dat was om de piano. Ja. Dat hij om de piano zat en je wist het niet meer. Ja. Dat is juist. Ja, maar dat was ik al vergeten. Dan had hij was... zo'n lange jas aan. Ja. Je had toen ook nog lang haar, dat weet ik nog. Dat ja. was zo'n beetje een Adonis eigenlijk, in vergelijking met, met ons. jij was ook nog, kijken naar bij Wimmer. Maar... En een uitstekend danser, hè, dat heb ik er ook bij gezet. Ja. Dat blijft voor mij ook nog altijd, een van die momenten, dat jij zo op uh, Al Jero, uh, zo'n... Zing anyone wanna go in the carton? Dat jij heel ja. je danske doet, op die, op die flightcase, die kist, case, ja, die ja, kist ja, ja, of zo? dat was ja. ook een waanzin. Maar dat is van een tweede show, zeker. Ja. Dat was bij mij, zei het, geveilig. Ja, klopt, zeker. Ja. Ja, dat is Tien, uh, man, 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 man. Ja, Je verstot er zo de helft van hoe dat je dat zingt. Verstond je dat nummer? Dat is zo. Uh, ja, dus, Super funky, hè? Ja, en kijk, ook, omdat dat. Wat dat heel mooi was, is dat, dat dat nummer barst op een bepaald moment open. Maar dan stond jij ook bovenop die kist. Hè? Ja, ja. Want je hebt zo dat ta, ta, ta. En dan gaat dat open zo. En dan, die belichting en alles. Dan werd jij ook zo beschenen dat je denkt: maar kijk. De openbaring. Het is echt wel waanzin of zo. Dat was heel cool om te zien, eigenlijk. De prins van de vrede is geriveerd. Ja, inderdaad. Dat. Ja, dat, dat is wat jij dan denkt, Wim. <laughs> Wij zaten er allemaal van mooie belichting. Maar. <laughs> <laughs> Wie is die gast? Ook. Wie je fuck Wie is dat? Ja. Ja, ja. Zeg, Wim, ja, zo, wat ik ook altijd gezien heb, is ook wel zo iemand die een koning is, eigenlijk complete controle, soms van awkward momenten. Zo, maar dat echt ownen. Was dat ook als jij jonger wordt en eigenlijk nog niet? Een artiest of zo wordt, je dat toen ook al? Dat je zo soms gewoon dat kon pakken, dat moment, en zo iedereen een beetje laten, laten afzien met de situatie, en dan zeggen: En nu kunnen we verder. Dat is een compliment, het lijkt zo niet meer. Dat... <laughs> ja, nee, maar dat is een raar ding. Ik heb er zelf ook al over nagedacht. Ik ben, ik ben altijd zelf ook wel. Ik heb veel ongemakkelijkheid in mij. Um, dus ik kan. Meestal, als ik onder de mensen ben, functioneer ik als een normale, uh, vlotte mens, zou je mm -hmm. denken. Er zijn allemaal technieken die je dan onbewust uh, gebruikt om te doen vermoeden, alles is oké, okay, alles is normaal. <laughs> een techniek bijvoorbeeld, die ik, ik altijd van jongs af aan heb geïntegreerd, is vragen stellen. Mm. Voordat er een uh, ongemakkelijke stilte zou kunnen vallen, vragen stellen. Mm. Uh, maar die ongemakkelijkheid dat zit eronder uh, eigenlijk. En er zijn momenten, en dat is ook van jongs af aan, dat ik heb ervaren van dat je kunt dat ook gewoon laten bestaan. Iets zeggen uh, en dat dan laten bestaan en dan wordt het spannend en grappig. Uh, maar ik weet ook nooit wat er dan precies gaat gebeuren, natuurlijk. Nie niemand weet dat. Uh, dat is ook funny hoe je dat doet, want je kwam vandaag binnen bijvoorbeeld en dat is het eerste dat je doet: je zegt zo. En ja, nog nooit niet gaat dat je zo op straat rondwandelt en je, je hoort je eigen stem en dat klinkt totaal niet als je stem. <laughs> en dan zit je er en dan denkt je: wie meer ga ik eens even over moeten nadenken? <laughs> het ging eigenlijk over mijn stap, het is dus gelijk de stem. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat zijn er van die dingen, ja. Ik, uh... Maar is dat niet dat je soms ook. Uh, het zit hier nu, maar ik, ik, zal me voor, ik kan me voorstellen dat dat soms ook wel een beetje genieten is. Dat er ook zo een beetje. Een, als je mensen ziet spartelen, is, is, dat, is dat een soort, ja, ik zeg niet sadistisch kantje, maar dat je zo denkt, oh ja, dat je zo op den duur, oh, deze neigt het moeilijk. Of zie hoe ver dat weer kunnen gaan. Ja, maar het is eigenlijk nooit mijn bedoeling om mensen te doen spartelen, denk ik. Het is meer om dat te laten bestaan. Er is, je, wat, wat pijnlijk is, is het idee dat alle anderen normaal zijn en dat jij zelf de rare bent. Dat had ik bijvoorbeeld, als ik hier naartoe wandelde en kwam binnen bij u, mm -hmm. ik had, terwijl ik naar hier stapte. Het gevoel van, ah, dat is precies, ik stap zo raar, ik stap niet gelijk dat ik normaal stap, dat is precies, of ja, ja. dat is mijn stap niet. Stap naar is normaal. Uh, en ik zie de mensen rond mij zich bewegen en die hebben er allemaal geen last van precies. Ja. Um, dat is zo, het, de idee van jezelf van ik ben de rare en al de rest is normaal, maar ik weet dat dat niet klopt. Ik weet dat alle andere mensen ook het gevoel hebben, soms, uh, op zijn minst soms, van uh, ik pas hier niet. Hmm. Dat is gewoon menselijk. Hè? Uh, maar ik denk dat, dat omdat dat bij mij nogal groot is, dat ik uh, om de zoveel tijd de dwang voel bijna om dat in plaats van dat te verstoppen, uh, om dat daar te leggen en te laten, ja, en dan te laten gebeuren wat dat er uh, gebeurt. Dat klinkt misschien psychologischer dan dat het is, want dat gebeurt meestal zonder nadenken, natuurlijk. Ja, ja want ik heb het u ook al zien doen op plekken dat jij gewoon. Beslist of zo, van ik kon nou gewoon iets zeggen, voordat iedereen van god zeggen: Sorry, wat was dat? He, zo, ik, jij heeft ooit eens um, dat wij samen in de McDonald's waren, denk ik, dat jij zo ging bestellen en dat jij dan zei: Ik had graag zo'n milkshake vanilia, alsjeblieft. En je zag die persoon naar je kijken en denken, Sorry, een milkshake vanilia voor mij, alsjeblieft. En je die, zag die kerel naar u zien: van wat de fuck is hier aan de gang? En ik denk dat dat met mij en Thomas ook was, dat wij er met twee zo stonden: van, oh god, hij hey, doe het weer zo. Dus <laughs> er zit toch ook wel een kantje in u, dat jij soms zoiets zit: van ik kon niet zoiets zeggen. Om de en we zullen wel maken. zien. Ik heb een, ja, tijd, ja. een tijd lang ook als spel gehad om zo, de titels van films. Slecht uit te spreken. Slecht uit te ja, spreken. Ja, ja. Ja, ja. Dat was in een... ook in de cinema, want wij waren toen in Metropolis en je hebt dat toen ook gedaan ah, met, de, met een titel van de film. Ja. Ik weet niet meer wat het was, maar je hebt dat wel vreselijk uitgesproken, zodat die persoon ook niet wist voor welke film dat je kaartje Dat was toen ook een tijd dat je een kaartje <laughs> moest kopen bij iemand ja. die achter een loket zat en dan ja. zeide bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, twee of drie tickets voor American Bowtie. Ja ja. Pardon? Voor welke film a American Bowtie, drie tickets. En dan zo Opnieuw. Ik heb het hey. niet verstaan, en dan zelf wel op een heel arrogante manier a American Bowtie, zaal vier. En kies. Ah, ja, ja ja en dan kun je zelfs zelf zo'n blik geven van idioot. Kun je geen in Engels? <laughs> Ja, de, is, dan draait je de dingen om. Hè. Ja, 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 dan zul je eigenlijk een mega doucheback op dat moment, ja. maar toch is dat ook wel funny of zo. Maar dat is altijd... Ja, ja, domheid gecombineerd met arrogantie, altijd grappig. <laughs> ja. Toch? Ik heb daar een hele carrière van gemaakt, <laughs> eh, <mild. lacht> Ja, man. Het is dus, dus wel... Um... Want ik herken wat je vertelt als je zegt over dat je altijd hè, jobs gedaan hebt in een, een mega onrust had en altijd dat gevoel had. Wist jij al wel wat dat het was dat je eigenlijk wou doen? Of heb je, was dat iets dat je van jongs af aan eigenlijk al wel voelde: van daar wil ik naartoe? Is dat iets dat je bijvoorbeeld word je op de speelplaats, die een, die een gast die je grappige dingen vertelde of mensen ja. liet lachen? Of, ja, ik was wel grappig. In. Ik ben bij de Scouts geweest en mijn voortotoom was ook komische. Ah, oké. Okay. Ja, komische ja. Mungo is, is mijn totem. Maar het is wel zo, ik wist eigenlijk van mijn 14-15 al wel. Ik wist niet in welke vorm, maar ik wou eigenlijk wel. Ik wist toen al wel ik wil spelen en maken op een podium. Eh. Hmm. Uh, maar als ik, dan, als, ik dan, als ik dan 17 jaar was, ik zat in het zesde middelbaar. Dat is dan een moment dat je nadien je kunt naar de toneelschool of zo. Maar ik had niet genoeg uh, vertrouwen om dat te doen op dat moment. En mm -hmm. mijn leraar Nederlands. Hey, ik had wel eens gezegd: ik wil misschien naar uh, Studio Herman Teerling. Zo'n toneelopleiding. Uh, hey, want de vraag is dan: we gaan, de, we gaan de studeren. En mijn leraar Nederlands had dan zoiets op een keer uh, een paar. Een toneelstuk bij of een paar kopies van, van een stuk van een toneelstuk en die deelde daar rond en een paar jongens moesten dan een rol lezen. Ik kreeg ook een, een rol en ik las dat en dat was niet goed natuurlijk, maar ja, je weet ook, ik wist ook niet wat ik aan het lezen was, ik wist ook niet wat de bedoeling was. Dus niemand van ons las dat goed. Je, dat gaat ook niet, denk ik. Maar bon, achteraf zei die leraar en ik keek er nogal naar op, zei die tegen mij: van, Ik denk niet dat dat iets voor u is. Uh, toneelopleiding. Ja. Dat is natuurlijk te gemakkelijk om dat allemaal in deze schoenen te schuiven, want maar wat hij dat zei... dat dat wel gewoon even doen, zo. Gecom Gecombineerd <laughs> met mijn gebrek aan vertrouwen, mm -hmm. maakte dat ik dat niet heb durven doen. Uh, en ja, dat studeren en gerold in allemaal jobs, en je ziet mensen spelen in, in theater en uh, op tv, en dingen doen die je zelf ook zou willen doen. Maar hoe kom je ertussen? Hoe, hoe kreeg je de mogelijkheid mm -hmm. om dat te doen als je, als je niemand kent? Dat was eigenlijk de ja. situatie. Uh, en dan was, is, was eigenlijk comedy wel een soort reddingsboei. Mm -hmm. Omdat je daar niemand, je kunt gewoon ergens in een café beginnen en nu inschrijven voor, voor een wedstrijd, gelijk dat wij hebben gedaan. Mm -hmm. uh, ja, zo, zo. Maar dat was wel eigenlijk, was dat altijd aanwezig, maar ik had pas... Het is eigenlijk door met de rand al te beginnen en met vrolijk België, mm -hmm. dat de, het vertrouwen uh, begon te groeien, van dat zou misschien wel kunnen. Wat waren, de, wat waren de dingen die je met de rand al bekeken, waar je van dacht: zoiets in de naard, of dat is iets dat we mega cool vinden? Wat waren zo'n inspiraties voor u? Twee dingen eigenlijk. Eén ja. uh, was de eerste voorstelling van Wacko. Ah, maar ja. Goh, de, Manu, Manu. De, de Manu Kersting, die neem ja, je hier ook al gezien. En Giel van Berkel. Hebben jullie die ooit gezien? Die hm. Ik heb uh, een van uw latere voorstellingen ah, gezien. Ja. Niet de allereerste, maar ik heb dat wel gezien in de Narenberg toen. En ik ben. Uh, ik heb het ook aan hem verteld. Dus ik ben tijdens de pauze naar buiten gewandeld. Ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ah, ja. um, en ik heb dat achteraf ook... Er zaten een aantal grappige dingen in, ja. maar er zaten ook veel dingen in... Er was ook heel veel muziek en zo. Want hij is ook een drummer, hè, de Manu en zo. Ja. Hè? En, en ik was gewoon niet zo weg daarvan. Zo, maar ik heb ook ja. andere voorstellingen gezien van hen en niks kon tippen aan die eerste voorstelling. Dan nee. waren ook gewoon met twee. Mm -hmm. En dat was een aaneenschakeling van... Rare sketch en af en toe wat muziek, maar rare sketch met veel overtuiging ja. gespeeld. Ja. Heel fysiek ook. Mm -hmm. En ja, ik, wist niet, ik wist niet wat ik zag als ik, als ik die bezig zag. Alleen in de randal ook, dat was gewoon vergeblazen. Dus dat was een van de twee dingen. Ik heb trouwens met de Manu ook nog een heel verhaal. Dat wou ik juist gaan vragen, want gij hebt dat ooit eens om mij verteld. En dat is <laughs> mega funny. Je moet dat, even, ja, moet dat even vertellen, dat is echt cago. Dan, dan was ik al zo. Uh, Twee jaar bezig of zo, en ik uh, moest naar Nederland s' om iets te doen voor tv. En ik kwam van bij de Thomas Smit. Mm -hmm. uh, en ik had me gehaast naar Centraal Station om een trein richting Amsterdam op tijd te halen. En ik had acuut op tijd ook nog. Ik had nog geen ticket kunnen kopen, maar ik dacht, doen dat wel op de trein. Uh, dat was toen ook nog geen probleem. Uh, en, maar Antwerpen Centraal was toen eigenlijk. Daar, de treinen naar Amsterdam die vertrokken in Berchem, Dus ik ja. moest van Antwerpen Centraal naar Berchem en daar dan op de juiste trein. Maar tussen Antwerpen Centraal en Berchem, in plaats van 5 minuten, deed die een trein er eh, 12 minuten over, waardoor ik mijn trein naar Amsterdam miste. Ja. Wat niet zo heel erg was, want ik was goed op tijd. Dus ik dacht van oké, okay, ik kan gewoon een ticket kopen. Uh, maar ik had mij wel gehaast. Uh, dus dat is toch een beetje van ah, verdoemen En om dat goed te maken, heb ik toen voor de eerste keer in mijn leven een eerste klasse ticket uh, gekocht. En ik ja. had zo'n fantasie bij. Eerste klasse dat ga Luxe zijn en ruimte, en misschien kom, komt er wel iemand langs om te vragen dat je wilt drinken. <laughs> dus eerste klasse. Wat een desillusie, hè? <laughs> ja. enfin, ik wacht een uur en een uur later is die trein er dan, ik kan in eerste klasse zitten. Het was niet zo luxueus als ik mij had voorgesteld, maar toch, wat dat wel was, was dat er ruimte was. Mm -hmm. was, was dat, en er zit minder volk ook. Er zit in één wagon met, met vier man of ja. zo daarin ja. op dat moment. Mm -hmm. en, uh, dus ik denk: van oké, okay, ja, dat is er dan toch. En Vlak voordat die een trein vertrekt, komt er nog iemand binnen, gewaaid, en uh, ook, die zit zich ook in eerste klasse en die heeft eigenlijk in heel die wagon, zijn er een honderdtal plekken waar hij kan zitten, dat hij buiten mijn territorium blijft, maar die kiest de ene zetel die voor mij de meest intrusieve is, hè, namelijk vlak voor mij, Alleen, met zijn rug naar mij, hè, dus die rugleuning, en daar gaat hij zitten. En uh, wat, dus dat voelt al alsof hij is binnengekomen, alleen maar om mij te pesten. En hij hangt mm -hmm. dan ook zo'n zo jas op, op zijn haakje. Maar die jas die komt helemaal bij mij binnen, want die is eigenlijk nog intrusiever dan dat hij daar gaat zitten. Die jas hangt gewoon bij mij binnen. Uh, dus ik haat die mens instant. <laughs> en die begint dan ook nog eens chipsteten. Dus ik, ik moet iets terugdoen. Ik, ik vind zo'n paar snoepapierken in mijn zak. Ik bringe zo terug. Maar mm het -hmm. heeft geen enkel effect. Maar ik zit daar wel mee aan mijn woede, natuurlijk. Dus dat heb ik dan gedaan. Ik ben in mijn neus gegaan. Mm -hmm. Ik heb uh, snot aan de mouw van deze, van deze jas geveegd. Mm -hmm. En met het moment dat ik dat deed, daalde er een geweldige rust en vrede over mij neer. Mm -hmm. Ha, ha, ha en dan die trein. Uh, we zijn onderweg naar, naar, uh, naar Holland en die mens die je daar ziet, die begint op een bepaald moment te telefoneren. En ja, die mens, dat was dus de Manu. Dat mm -hmm. bleek, uh, die was op dat moment, ik denk, directeur van uh, Studio Herman Teerling. Ja, klopt. En uit dat gesprek maak ik dat op: Fuck, dat is Manu Kisting. En voor mij was het toch wel op dat moment een soort held. Want het eerste echt goeie dat ik ooit had gezien in theater, was hij en die Giel. En dan nog een andere voorstelling van De Koe. Uh, die twee voorstellingen. Maar bon, dat was toch een soort held. En ineens dacht ik, oh nee, fuck, ik heb juist uh, snot, snot op deze mouw uh, geveegd. Uh, dus ik ben dat er terug beginnen... <laughs> En dan, ik denk in Rotterdam of zo stapte die af, En dan keek ik ernaar, want ik had van alles beleefd. Met hem mm -hmm. natuurlijk. Ik was heel kwaad geweest op hem. Ik had iets gemeen gedaan. En ik was vlak daarna had ik het teruggoed gemaakt. Dus ik keek ernaar en die keek naar mij met een blik van. Uh, ja, hij kijkt zo niet naar mij. En die wandelde naar buiten. Dus dat leek gedaan. Uh, dat verhaal. Ik ga naar Amsterdam. Ik doe daar. Uh, iets voor tv, s'avonds, dat ik te doen heb. En ik beland die avond in een café. En naast mijn café, uh, ne, iemand die ook iemand die cabaret maakte, van een duo. En die ging een paar dagen later in première gaan. Dus die, die zijn erover bezig. En uh, ik word ook uitgenodigd op die première. Als je wilt komen, kom maar af. Trouwens, wij zijn eigenlijk geregisseerd door een halve Belg, zegt hij tegen me. Ik zeg, ah ja, Manu, Kisten, kende die misschien. Dat was, en dat was verschrikkelijk. Ik had deze naam tien jaar niet meer in de mond genomen of aan gedacht of weet ik wat. En dan, eh, ooit was hij een soort held, dan hoorde er tien jaar niks meer van, gezien niet gehoord. En dan op één dag. Pist je mij kapot? Smerk ik snot aan deze frak? Uh, schaam ik mij? Heb ik spijt? Krab ik dat eraf? En word ik s'avonds uitgenodigd op een première van Ise dijk geregisseerd? <laughs> dus ik ging er naartoe en ik heb hem dat verteld ook toen. Oh, oké. Okay. Ja. Hoe, hoe reageerde hem jo, erop? Die kon ermee lachen. Die no. is ja. dat is een funny gast was. Ja, ja. ah, maar hij had wel die jas aan op dat moment. <laughs> <laughs> dat keilig, en hij zei: Nou, ik dacht dat er een duif gescheten had op mijn. Uh, want dat was jij. <laughs> ja. Ja. Het is wel goed, want dat is wel de Nederlander met het beste Antwerpse accent aller tijden. Hè. Hij is, is natuurlijk zwaar. ook een halve belg. Maar ja. dan nog. Hè. Ja. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Als die dat doet, die zegt zo: ja, die klinkt Antwerpser dan mij. Ja, dat dat ik zwaar, denk, heen. wauw, dat is keigoed. Ik heb de Joan Petit nog een en ander gemaakt. Ja, ja, maar dat je ook zo dat hij ook zegt. Ik, ik, ik herinner me nog dat je ooit zo'n uitleg gaf over een buitenwieper en hoe dat hem, die dan speelde. En hoe dat hij dat dan zag. En hij zei, ja Gij niet zo liggen, hij zit in je Pinken al. Hè? Toe, dat is, de manier waarop hij in de die kap en dat, dat zit al door. En ik weet nog dat ik dacht: Jesus Christ, man, dat is het Antwerpste dat ik al ooit heb gehoord, en dat komt van een Nederlander. Ja. Ja. ja, dus dat, was wel, dat is wel een, een bijzondere vent, eigenlijk wel. Ja, en ook zo gelijk echt goede acteurs, die, die, die kunnen echt heel hun lijf gebruiken. Alleen mm -hmm. wij zijn ook performers en een beetje acteurs, maar dat is toch echt een verschil. Hè. Dat is anders. Ja. Dat die is kunnen zo'n zo, zo transformatie met hun, met hun lijf mm -hmm. maken. Hè. Want ik heb het nooit gedaan, maar jij wel. Hè. Ik weet nog dat jij toen, want wij zaten ook bij hetzelfde boekingskantoor, hebben wij heel lang samengezeten. Eerst bij XL, daarna bij BIS en dat was een periode dat jij Dirty Mind eh, ging doen. Zo'n uh, film over een stuntman eigenlijk. Of iemand dan een hele verlegen jongen is, een accident meemocht en dan heel eh, een soort persoonlijkheidsverandering ja. doormaakt. En dat was voor u ook de allereerste keer dat jij moest gaan acteren. En dat is denk ik, want ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb alleen stemmetjes gedaan in tekenfilms, yeah. maar nog nooit echt geacteerd. Zou dat graag was, eens doen? Ik weet het niet. Hoe was dat? Was dat moeilijk? Hoe, hoe, hoe was dat voor u? Ik vraag me dat echt altijd af. Want gij zei op podium een hele goede acteur, vind ik. He, dus ja. dat, dat zit wel in u, denk ik. Maar... Ik, ik heb wel de Pieter van Hees, dat was de regisseur van ja. die film en ook de scenarist. Dus ik heb van in het begin gezegd, als hij mij vroeg, die film, ik wil dat zeker graag eens doen, natuurlijk, uh, heb ik gezegd, van, mag ik die scènes waarin ik speel, herschrijven? Mm -hmm. En dus dat heb ik gedaan, samen met hem natuurlijk. En dus dan ga ik kijken, van wat gebeurt er in, in die scène? Wat is de bedoeling? Um, en dan was de vraag, hoe kan dat anders? Hoe kan dat op een manier uh, dat het voor mij... Mogelijk voelt om dat geloofwaardig te spelen, dat ik, met er, dat ik er plezier kan in kan hebben om dat te spelen. Uh, en dat hielp wel heel hard. Dat, en dan tijdens dat draaien. Ja. Ik heb achteraf gehoord, er was zo bij die draaiperiode een van de mensen van die ploeg. Ik denk iemand die mee ligt en zo. Dat was een jonge gast die deed stage, die een, uh, studeerde toen. Ik denk aan Trietz of zoiets. Deze, de, deze stage kwam er heel goed overheen. Veel mopjes mee maken en zo. En nee, nee, mij Achteraf verteld dat eigenlijk van die, de, de ploeg, dus de mensen die grip doen en licht en al die dingen, dat een helft mij echt een absolute drel vond. <laughs> Omdat ik heel een tijd vragen stelde aan die mannen van waarom doe je deze en waarom doe je dit. En, en mopjes maakte terwijl het die eigenlijk aan het werk waren en me gelaten wouden worden. Dus <laughs> Normaal, acteurs die houden zich met hen niet bezig. Ja. Uh, blijkbaar. Of dat is zo'n beetje de code die ik dan niet wist. Mm -hmm. uh, maar dus wat dat mij hielp was. De idee, oh de mensen hebben mij hier. Graag. <laughs> Dat zijn allemaal vrienden. Ja, het is toch ja. tof om te merken dat zo'n bepaalde vorm van sociale gehandicaptheid. dat wij daar nooit niet van afgeraken. Nee, dat we waar. altijd denken, we zijn kago bezig. maar dan komt je toch terug op dat. op de rand van loser balanceren. Ja, vooraleer dat, dat het bleek dat je ergens goed in wordt. Ja. Dat is wel tof. Heb jij is ook zo ooit, want dat lijkt mij ook zo zot. Heb je had dat ooit moeten doen, want er zouden wel hè, een paar echt bekende acteurs in en zo. Heb je had een table read moeten doen. dat je er gaat zitten en dat je letterlijk zegt, oké. Okay, ik zit hier met de andere acteurs om de tafel. En is dat dan dat ze het gewoon aflezen, of merkten dat er al bij zitten die al, die al acteren, terwijl ze dan het toen. Het ja, dat is inderdaad, dat is echt uh, een moment, wel, ten table read, uh, ja. dat was dus met alle acteurs die erin meededen en dan nog verschillende mensen van, van, uh, van die ploeg. Hmm. Uh, dat was ergens op de linkerover. En dat begon al met dat ik als enige een uur te laat was. <laughs> Dat is... Allee, het is niet alleen hier dan. Nee. Ja, dat is betand. Ik was te laat getrokken en ik was helemaal verkeerd gereden. En dus, maar dus, ja, er zitten 25 mensen al een uur op u te wachten. Uh, en ik heb geen... Ik denk van mezelf dat ik eigenlijk geen capsules heb. Ik ben niet iemand die zegt van, ik kan ze laten wachten. Ik ben belangrijk genoeg, omdat ze mm -hmm. op mij zou, zouden wachten. Maar dat lijkt er wel uit te schijnen, natuurlijk. Uh, zeker als je dan ook nog eens een hoofdrol hebt. Enfin, dus ik kom eraan. <laughs> gisteren, klein ja, kas, klein gisteren, pittig detail. gestresseerd en ja. met het idee van. Ja, de elf van die mensen vindt mij nu al een hopeloze <laughs> zak. Maar bon, ik zat daar en uh, in een grote carré zaten wij. En uh, ik weet niet van: gaan die al spelen of gaan die dat gewoon lezen? En, uh, of gaan die dat al lezend wat, wat spelen en zo? En tegenover mij zat uh, de. Um... Allee, hoe heet hem. Uh, de acteur de, de grote de, Peter van het begin Peter van ja. de begin ja. ja dat was hem ja. Mm -hmm. uh, en ja die heeft ik, ik had die al wel eens ontmoet maar ik kende die eigenlijk niet goed is dat tegenover mij en als die uh, serieus kijkt dan ja zeker als je daar dan ook nog wat opplakt van dat is een topacteur uh, dat is ook een topacteur mm -hmm. maar als je die daardoor nog wat groter maakt en dat hem is, dan, dan, dan wordt dat echt zo'n soort uh, ja, aanwezigheid. Uh, en ik weet nog, die zat tegenover, tegenover mij aan die tafel en die zat er eigenlijk zo precies een beetje norsig, zo'n beetje tegen zijn goesting en die las zijn die zinnen. En ik voelde mij super klein en ik richtte mij zo'n beetje. Ik dacht: van Hoe doet hij dat? speelt je veel? Doet hij veel moeite? Uh, en die deed niet, niet heel veel moeite. Die las een tekst wel op een manier dat het, dat het zo meer is dan alleen maar tekst lezen. Ook niet veel meer dan dat, dus ik dacht: van, Ah ja, ik kan dat ook doen. Maar dan denkt het natuurlijk van: Ja, maar ik, ik ben nu aan het imiteren wat dat je doet. Mm -hmm. uh, dat is ook niet de bedoeling. Dus dat was gewoon ja, één stresserende, verschrikkelijke ervaring. Was dat. Ja. dat was wel het ergste ook. Dat kan ik me wel voorstellen, want dat is zoiets waar ik ook van denk: Je hoort dat ook soms, de Adriaan van den Noven, die dat, die dat ook redelijk goed kennen. Je hebt ook zo'n aantal goede verhalen van table reads. Dat je er gaat zitten en dat je dan zo bepaalde acteurs hebt die het totaal gewoon maar aflezen, en anderen die vol een bak al in de rol gaan. Ja. En iemand dat blijkt van zo iemand te zijn. Ik weet niet of ik uit de bicht klap, maar ik kan het ook zeggen omdat het verhaal ook al om mij verteld is. toen dat ik stemacteur uh, was. Yeah. Eigenlijk ook weer door de Adriaan, want dat was toen de regisseur. Dat was voor de Batman Lego film. Yeah. Waar ik de stem van de Joker in deed. Yeah. En toen was uh, Herbert Vlak er ook. De Vlak, waar hem yeah. ook uh, een goede relatie mee heeft. Want hij kent je al van Aspen, denk ik. Of wat is dat, zo'n programma waar die met twee in zitten. En Herbert is altijd heel erg. Uh... <laughs> je doet ook stemoefeningen Als hem niet um, aan het praten is Dan zegt hij oh, Godverdomme, hoe zit dat hier <laughs> Maar dat was ook al ja. Dus je doet die ook al na En ik ging er al aan Maar dat bleek ook dat hij tijdens En van vond die... jij dat grappig of waren jij geïntimideerd Nee, ik vond dat gewoon funny Dat ik dacht, ik kan mij niet voorstellen Dat je aan een tafel met zo iemand zit En dat je dat doet, wat je dus ook deed Aan zo'n lezing aan de tafel ja, dat ik er niet aan kon, of dat er niet een ding in mij is dat ik dat niet had kunnen laten van dat te benoemen, of van door iets mee te doen. Ja, dus of van ze... zelf zo te beginnen doen, of ja, zo. Ja. Dus ik heb die situatie nog nooit meegemaakt. Maar ik kan mij al voorstellen dat ik ofwel, als ik zeker als je met een echte acteur zo zit, dat ik kapot geïntimideerd ben en gewoon maar mijn tekst aflees. Of dat als er iets raar gebeurt, dat bij mij direct die, die klik komt van, oké, okay, ik ga nu all the way in de totaal verkeerde richting, zo. Ja. Ik weet het niet. Hè, dat jij... ik, ik weet wel dat ik toen bij die verschrikkelijke table read uh, een paar uh, waarschijnlijk ongepaste opmerkingen uh, <laughs> heb gemaakt. <laughs> grappig, ja. ja. Uh, om, uh, om het ijs te breken. En ik denk dan ook wel dat die drie mensen die dat dan wel tof vinden, dat dat gebeurt, uh, dat dat dan maten zijn. Alleen ja. een witte niet wie dat, dat is. Het bleek achteraf dat die u allemaal een nekel vonden, maar op dat moment dacht ik: dat zijn mijn maten hier. Ja. Ik was niet eens En denk ik, dat zou nog grappig zijn, als je iemand die zult kloten. Dat is zo, iemand uh, die iemand uitnodigt voor zo een of andere een table read. Mm -hmm. Iemand die dat nog niet heeft gedaan, ook niet. Uh, maar je, je belooft in een of andere een belangrijke rol. En dan die table read organiseren. En heel de tijd met allemaal eigenlijk, ja reageren op wat je doet, op een manier die doet vermoeden van, oei. <laughs> He, stil te slaten nadat je een zin heeft uh, 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 voorgelezen, en mm. dan zeg je van, ja, we, we zullen maar verder doen, en na die table read, <laughs> daarna, of in de pauze en al, de zogezegde regisseur naar hem komt en dan zegt, ja, we gaan misschien toch iemand anders pakken voor die rol. <lacht> <lacht> dat is misschien een, uh, ja. ja. Ik vind dat ook ja, dat is wel de manier waarop dat je kop werkt. Heel vaak. <laughs> ik vind dat wel funny om te. Om te hè, want hè, uw, uw, uw laatste voorstelling, waar ik een, een try-out van gezien heb, toen dat je: hè, er wordt naar u geluisterd. Dat, was, dat, was de, dat is de begrafenis. De begrafenis, hè. ja. Dat was ook weer zo'n situatie dat ik denk: dat is typisch de wim. Zo, ik kan. Ik kan hè, een soort, ja, we zeggen dat in het Nederlands, een, een eulogy, hè? Zo een, een, een soort vaarwel-speech uh, voor iemand dat overleden is. Maar ik kon dat zo awkward, verkloten, dat dat, dat, dat pijnlijk wordt voor iedereen. Ja. Eigenlijk, de oorsprong van die voorstelling was, mm -hmm. waren twee begrafenissen. En een van die twee begrafenissen, dat was de begrafenis van een tante van mijn moeder, haar favoriete tante, die was 100 jaar geworden. Uh, die wonnen in... Peulis, dat is bij Bonneides op de Buiten, uh, en dat was een heel schoon katholieke begrafenis met een uh, pastoor, en um, ik was daar met mijn moeder naartoe gegaan, en als ik daar buiten kwam uit die begrafenis, dan dacht ik, ah, oh, dat moet fantastisch zijn om zoiets te doen gebeuren uh, op een podium, en zoiets, dat was eigenlijk iets dat, dat ik geweldig verbindend en ontroerend vond, dus ik ben binnen met mijn moeder ik kende bijna niemand, een paar verre familieleden, maar voor de rest bijna niemand dus dan kom je binnen met toch een soort, hoe moet het noemen helm of zoiets, of scherm mm -hmm. rond u al die anderen zijn vreemde mensen en er is iets vijandigs aan, Genoemd noemt dat zo mm -hmm. uh, maar iets voor tegen dat je jezelf moet beschermen, dat idee uh, en dan zit je daar in die mis en dat is dat was ook een goede pastoor uh, dus dat, hoewel dat ik die tante nauwelijks heb gekend, hangt daar veel verdriet van. Schoon verdriet van mensen die afscheid nemen van iemand die een, school, een goed leven heeft gehad. Um, en dat verdriet, dat steekt mij ook aan. Dus ik begin ook te huilen in, in die mis. Niet keihard of zo, maar dat gebeurt. En als ik buiten kom, dan kom ik helemaal anders buiten dan dat ik ben binnengegaan. En wat ik daarnet noemde, dat scherm, dat was helemaal opgelost. Al die andere mensen, dat waren allemaal mensen met wie ik samen verdriet had beleefd. Uh, en dan heb je daarna ook nog eens de koffietafel natuurlijk, uh, dus ik ervoer dat als enorm verenigend, zo. en dat was eigenlijk het begin van die voorstelling, van dat idee van, oh, zoiets doen gebeuren, maar dan de volgende stap is dat je denkt van, ja, hoe, hoe kun je dat op een podium doen gebeuren en ik ben wel comedian, cabaretier, dus ik kan niet uh, ik, ik wil die, die ontroering en dat heel stil maken, doen gebeuren, maar het moet ook het moet ook grappig zijn, natuurlijk. En dan was er ook nog een andere begrafenis, die min of meer mislukt was, uh -huh. die mij deed denken aan van, ja... Wat is een mislukte begrafenis? Ja, een begrafenis in een rouwcentrum, en uh, ik en met mij nog een dertigtal andere mensen zijn niet in de zaal geraakt. Dus wij stonden... Wij, wij stonden niet in de ruimte waar het gebeurde, en er was ook geen versterking of zoiets. Dus je staat daar eigenlijk niks te doen. En je weet ook niet hoe lang dat, dat gaat duren. Uh, en mensen rondom mij namen een heel vrome pose aan, ook gingen dan zo, zo staan kijken, alsof dat ze erbij waren. Dus dat irriteerde mij ook. Um, en je weet niet van, ja, ik moest die dag ook nog andere dingen doen. Ja, hoe lang gaat dat duren? En de enige voor wie dat ik daar was, was een vriendin van wie dat een familielid gestorven was. Dus ik wilde die even zien. Maar ja, eerst heb je al heel die uh, ceremonie en dan passeert iedereen ook nog eens langs, langs de familie. Dus dat, dat gaat misschien nog anderhalf uur of twee uur duren. Dat ik niks sta te beleven tussen allemaal mensen die ook niks staan te beleven, maar wel doen alsof dat ze, uh, weet ik wat, in de rouw zijn. Um, dat is verschrikkelijk. En ik was er samen met iemand anders, een vriendin, en zo gevelekt en zo. Ja, dat gaat eigenlijk niet. Maar, ah ja, we kunnen een kortje achterlaten en laat een kortje achter. En ik weet nog, wij gingen met z'n twee buiten. En het moment dat we buiten kwamen, was dat precies wij waren twee kinderen die we hier losgelaten met de grote vakantie. <laughs> de, de opluchting van daar weg te zijn, was enorm groot. Dus dat is een mislukte begrafenis. Maar dan, dan beginnen daarna ook te denken van je kunt zoveel verkeerd doen ook op zo'n moment. Mm -hmm. En dat is dan ook natuurlijk interessant om, om een. Uh, om te gebruiken in een voorstelling. Je kunt, en dan gaat hij zo wat rondvragen. En dan hoor ik ook allemaal verhalen van dingen die verkeerd lopen op begrafenissen. En dat zijn, Ja, omdat de spanning ook zo groot mm -hmm. is, uh, kan er heel veel verkeerd lopen. Ja, ja want dat is ook de, meestal de plek waar je waar je de slappe lach krijgt, ja, omdat voilà. het echt niet mag. Je ja. dat ooit gehad met de begrafenis van. Oh, ik weet niet, een tante van mij, denk ik in Limburg. En dat is in zo'n. Uh, dus in zo'n grote kerk uh, in IJsden, Maasmechelen, dat is een mijnwerkersstreek. Uh, dat is volle bak ook. Iedereen dat daar woonde, werkte voor de mijn. Dus die kerk is ook een mijnwerkerskerk, maar dat ziet eruit als een burcht. Dat is een, een gigantisch hoge, grote, imposante blok. Dus was ik als kind altijd al enorm van onder de in. Dat zag je eruit als de Death Star van de van de, ja, de kerken dat is zoiets waar je verwacht had, dat er echt letterlijk tie fighters achter komen gevlogen want dat is echt zo'n een, een monoliet echt. dat je hoopt ik hoop dat ik hier uitkom. Ja ik, ja, je ja. gaat daar binnen en je denkt hè, dus, en dat is ook zo dat galmt enorm in en dit en, en dan was er zo'n priester en die ging een kaars aansteken. En het grappige was dus die steekt die kaars aan heel sereen ook zo er naartoe wandelen die kaars aansteken dus voordat het ging beginnen dus we zaten allemaal en iedereen is wat aan het mummelen zo, je voelt dat zo, dat is bijna zoals dat je krijgt als, als de instrumenten nog allemaal aan het stemmen zijn en ineens iemand tik, tik, tik doet en dan wordt het stil. Hè? Ja. Dus je weet, het is nog niet aan het beginnen, maar je begint wel te voelen, ah ja, de priester is er een boek al aan het leggen en die is een, hè, die is een hulpjes dan, ja, hè, de ja. misdienaren die zijn net aan het doen en die gast die gaat naar, naar die kaars en die steekt die zo heel serene aan en die wandelt weg en die kaars, doet, die gaat uit. Dus en ik begin al een beetje te lachen. Ik denk, oké, okay, dit is wel funny. En je, die draait zijn eigen om en je ziet dat. En je denkt, ah. En je ziet je ook denken, ja, ik ga even sereen terug naar daar wandelen. Dat want dat is uiteraard de bedoeling. Dus je wandelt terug zo heel sereen. Je steekt dat terug aan. Hè? Dat gaat aan. Die draait zijn eigen om en dat, doet, dat gaat terug uit. Ja, nu wordt het een sketch, hè? En je ziet ook die kerel zo zijn eigen omdraaien. En je ziet je zo... Je en gevoelt en die gaat ook daar eigenlijk terug naar toe, bijna iedereen. Maar iedereen zit daar al zo van: Oh, deze is te goed. He? En die doet dat. Mijn vader zat naast mij en die is zo: It's gone out again. The, can the, can the candle's gone out again. En ik zeg: ja, yeah, I know, I know, I've seen it. En wij zaten er met twee zo onze lach in te houden. En die gaat er terug naartoe, die stikt die kaars terug aan. Ja, je raadt het al, die draait zijn eigen om, die kaars doet. die gaat terug uit. Ja, en ik en mijn vader, wij beginnen al. Maar die draait zijn eigen om en die doet echt zo. En je, ziet, je ziet dat hij van binnen zo. Ik maak hier wat kapot! Maar je weet dat hij die zo. die moet helemaal zo'n sereniteit houden. En die wandelt terug naar die kaars. Maar dat is zo'n kaars. Hè? Dus je ja. denkt: dat is een probleem. Want die kaars werkt niet. Maar dat was het beste van allemaal. Die haalt daar zo'n klein theelichtje uit. Dus dat was een fake kaarshoek. Dus dat hadden wij totaal niet hoor. Maar die haalt dat theelichtje eruit. En ik en mijn vader, waar me. Een kwartier niet meer gekunnen van het lachen. Heerlijk. Maar toen ja. begon het ook al. He, van jullie... we zijn hier samen om. En wij zaten met twee, met tranen in onze ogen. En wij konden ook niet naar elkaar kijken. Dat ging maar niet. waarschijnlijk nog andere mensen toch ook? Ja, ja maar, we, maar in onze rij ja, ja, waren maar. wij dat alleen. Ah, ja, ja. Dus je voelt wel van misschien zijn er nog andere mensen. Maar dat begon ook. Wij zaten zo te schokken met ons schouwers. En alle chance in een begrafenis kunnen we dan zo wat voor overbuigen. En dan lekker alsof dat we overmand waren <laughs> dat door emoties. Dat kon wij. al niet meer. Maar wij waren er aan aan het gaan, ik en mijn vader. En ja. dat was zo een van die momenten dat ik nooit zal vergeten. Dat ik denk: ja, deze, deze zijn dingen die fout gaan in een begrafenis. En ook, ja, ja, ja dat, dat is prachtig, ook die, die, die priester daar in kwestie, die moet blijven doen, of die maakt zichzelf wijzen dat moet blijven doen alsof er geen enkel probleem is. Ja. We zitten hier in een heilige, serene sfeer. Daar, zit, daar, daar leef ik ook in. Uh, dus er is nooit een probleem. Die gast is ook geen probleem. Nee, dat zijn de laatste professionals eigenlijk. <laughs> ja. Dat is niet normaal. Er waren ook zo'n momenten dat. De, de, oh, er waren ook zo van die dingen bij. Dat, dat vergeet ik ook nooit. Dat was zo bij de, um, de, uh, de begrafenis van, uh, van de mama van uw vrouw. Van Sabrina, dan was zo, na, dat was een koor. <laughs> er was een koor aanwezig. Een, een vrouwenkoor, zo'n ah, dames op leeftijd Ik dacht een touw, nee, nee, een, zei, koor. Er is een, een, een koor. Een, is er lag een koor. Een koor ja, zo, dat hing boven de dinges <laughs> met een lus in. Dat was keihard. Ja. En uh, die was niet dood toen we daar binnenkwamen, <laughs> maar toen we daar buiten gingen. Nee, dat was eigenlijk, dus, hè, dat was ook, ook hè, ja, een begrafenis in Ruizenbroek. In een, in een oude kerk in zo'n dorp, echt. En je zit daar en dan hè, dat is zo'n vrouwenkoor. En dat was ook, ja die zongen vreselijk, maar dat was echt zo rechtzaam. Oh zo. lieve Heer, maar dat werd ook zo zo'n soort Ah, zo elke keer dat die stonden, op den duur begon al. En dat is zo erg, want tegelijkertijd zitten er om iemand te steunen dat je graag hebt, die een ouder verloren heeft. Je zet daar allemaal klaar voor en dat is ook, je voelt dat ook, want bij ja. momenten is dat dan wel heel mooi en zijn ja. ze er wel aan het huilen. Ja. Maar er waren zo'n momenten dat ik dacht: Jezus Christ, niet dat koor weer al terug. Ja, dat dat als je niet genoeg kandidaat Ja, En het beste was, het beste ja. was dat, dat de papa van Sabrina, die je daarna zei. Ik dacht, als dat koer nog één keer recht stond, dan sloeg ik ze terug in de stoel. <laughs> je werd er ook zot van. Dus dat is wel funny dat op een dag waarin dat je afscheid neemt van je vrouw, hè, en waar dat je in en in verdrietig van was, dat er toch zo'n ding gebeurt, dat heel uw aandacht afleidt van dat gegeven, en toch denkt... Ja, deze had nou echt niet gemoeten. Ja, ja, ja. ja. Dat is ik weet niet hoe raar, hè, wat dat, dat kan doen, zo'n ja, zo ceremonie. Ja, dat is het natuurlijk is... omdat dat een soort toneelstuk is ook eigenlijk. Het ja, is een toneelstuk ja, ja, ja. ook. En ook zo, dat kan ook niet afgeweken worden, want dat is ook een reden waarom dat, uh, hoe zeg je dat de diensten in de crematoria, eh, dat dat mm -hmm. zo populair ontworpen is, ja, is dat de mensen zelf die de aandacht vastpakken. Maar er is geen grotere routinejob dan een, een begrafenis in een Vlaams dorp op zaterdagmorgen. Ja. Altijd dezelfde teksten. En vond jij dat koor ook zo erg? Uh, ja, 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 maar ik had nou wel... Alleen, dat was natuurlijk dat was geen leuke dag of zo, maar het was eigenlijk... Dat is een koor, dat is ook, typisch een koor, dat is ook altijd maar één iemand, hè? Dat er zo compleet mee... Ja, ja, ja. Want ja, ja, ja. dat zijn allemaal zeven op tien zangeressen, en dat is goed genoeg, maar dat is niet altijd die ene, die een, en die zingt ook net luider dan. <laughs> ja, dat is zo in de Gloria. Ja. Dat is zo dat een van. Hey, ze zingt te luid. <laughs> ja. zo dat, dat is echt wel wat dat, dat was. ja. Dat ja. was ook ongelooflijk. En mijn vrouw, dat daar naast mij zat, en ook zoiets van. Zien nou, hoe dat die er het ziet. Dat zijn ook typisch van die vrouwen die dat in zo'n koer zingen. Maar die was er eigenlijk al druk aan het maken. Ook, ja. Waardoor dat dan nog funnier werd. Ja. Ja. Dat je er ook zo zit en denkt: ja, deze is eigenlijk totaal ongepast. Want je ziet daar. Om verdriet te delen met iemand dat je graag ziet. Ja. En om iemand te steunen. En tegelijkertijd is er zo'n ding aan het gebeuren dat je denkt. Maar er dat... zijn ook weinig dingen grappiger dan iemand die. met heel veel energie en overtuiging. vals zingt, <lacht> toch? <lacht> iemand die dat van zichzelf niet weet. die denkt dat hem goed aan het zingen is. en ondertussen echt vals aan het zingen is. Dat is gewoon grappig. Want <laughs> 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 daar, zit, daar zit het, het geheim bij je ook vaak, vind ik. Dat is, jij ziet daar de joke van in. En sommige mensen vinden dat gewoon genant. Je hebt mensen die zo bijna van plaatsvervangende schaamte onder hun stoel willen kruipen en jij ziet daar de humor in. Je, ja, genant is altijd interessant, is altijd grappig eigenlijk ook. Ja, ja. ja. Dat is dan een beetje een, een soort ja, Ricky Gervais-achtig kantje. Hè. Die is daar ook echt een held in, in je zo heel ongemakkelijk te laten voelen. Ja, dat is waar. Bij een situatie, en er zo er zitten en te denken, oh my god, deze is echt gruwelijk. Wim, je, merk je dat ook met mensen die je graag ziet? Hoe bedoel je? Ja. Bijvoorbeeld, hé, als je zo'n een, een anonieme vrouw in het koor dat is redelijk makkelijk om dat dan betent of grappig of zo, ah, ja. nee, maar stel dat nu een geliefde of een persoon dat je echt heel <laughs> graag ziet of enorm respecteert en die is ontzettend zot, ah, ja. hoe is dan die ongemakkelijkheid? Vind je die genantheid dan interessant of is het dan? Het is wel gemakkelijker bij iemand met wie dat je uh, geen al te hechte band hebt. Ja. anders trek ik me dat aan omwille van verschillende redenen natuurlijk. Ja. omdat dat dan, uh, ja, omdat je wilt zeggen van ja, maar, die is eigenlijk heel normaal ook. Die doen niet altijd zo hysterisch. Of, uh, en ook omdat ik geassocieerd word met, met degene die misschien raar gedrag aan het stellen is. Dus ik ken dat ook wel natuurlijk, al die gevoelens van, uh, die je hebt als iemand die dicht bij u staat, gênant gedrag vertoont. Um. Ik zal dan een vraag: nog twee. Je hebt al twee kinderen. Hey, mm -hmm. Je zit alle twee groeien, maar dat je doet. Hey, vergeet een <laughs> grote carrière. Degenen het al uw <laughs> nakomelingen, als ze ooit beslissen om in hetzelfde spoor, uh, ja. dat gaan geen klein voetstappen zijn. Is het iets. de bang voor het feit dat die dat willen doen en dat niet zouden kunnen? Of, hmm. Want het kan, hey, het gebeurt soms dat het kind niet hetzelfde talent heeft als. Uh, Bang niet, mijn, mijn dochter die is nu 22 en die studeert nu oh, Spaans-Nederland. Je 22? Ja. Jesus Christ. <laughs> ja, ja. ja, nee, maar echt, ik, ja, ik ken die al van heel klein, hè, ja. Mathilde. 22, fuck. Ja. Ja. Hoe oud is de Max nu? 17. Ja, die is. Pak ja, je, 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 je hebt ons mij. Ik heb een beer gegeven als die uh, geboren is. Die, is ik die ik die heb een foto door. van u in ja. de Of. Dat die in mijn arm ligt, ja. dat hij zo groot is. Ja. En ik zag die, ik zag die bij. Uh, dat is misschien even een beetje shinfo tussendoor vooral dat we verder gaan. maar Mijn, mijn buurvrouw, Anne Loren, is de zus van, van uw ex, ah, hè? Ja, ja, van tuurlijk. Fabienne. En ik heb de Max daar gezien op een feestje dat hij binnenkwam. En die is een halve kop groter dan mij, ja. ja. En ik stond er en ik dacht. En ik heb ook echt letterlijk de, ja, de oude mannen fout gemokt. Van daar ook tegen te zeggen. Maar je had ja, gewoon een arm gelegen nee, ja. en die keek naar mij en je net zoiets, ja. En ik dacht, ja, ja ik kon nu ik... gewoon blijven zitten. Pas op, en... hij vindt dat wel cool ook zelfs. Ja, ja, Dus dat deed hem niet blijken naar nee, mij toe. Natuurlijk niet. Dus je stond er zo en je net zoiets, ah oh, ja, ja. ja. Ik zat er zo, <laughs> ja. Goed, ik kon niet zien het <laughs> dus ik zo echt zo die sfeer van, ah, ja. fuck, maar dat was echt, ik kon ja. er niet van over hoe groot dat die was. Ja. Ik kijk echt van Jesus Christ, dat is rap gegaan. Oh, sorry, jij wordt aan het vertellen over Mathilde. Ik was het vertellen rugt. over. Uh, 22 is mijn, studeert, mijn dochter, ja. die studeert nu Nederlands en Spaans. Maar die heeft eerst wel een jaar uh, drama gedaan op Ritz in Brussel. En, um, dus ik heb die ook, en voordien zat hij op Pius 10 en daar deed hij WKD, woordkunstdrama. Dus ik heb die verschillende keren op een podium zien staan uh, performen. Gelukkig was dat. Ik heb nooit ja, gekend. Sommige mensen zijn echt slecht op een podium. Hè? Mm -hmm. En dat was nooit het geval bij haar. Uh, en dat is al wel. Dat is al wel veel, natuurlijk. Mm. Um, dus ik ben daar nooit zo echt mee geconfronteerd geweest. Dus. Maar aan de andere kant heb ik wel van. Als zij actrice wilt zijn. Er zijn heel veel goede acteurs en actrices, vind ik. Um, ja, meer dan dat er ruimte voor is. Dus dat was niet iets dat ik haar per se toewensten, eigenlijk, dat ze daar... Ja, ik heb al wel wat... Acteurs en actrices horen niet, niet alleen nu met corona, maar ook de voorbije 15 jaar horen klagen over de, de situatie, over hoe dat ze moeten overleven en gebrek aan kansen dat ze krijgen, en oh, oh, zeker als ze, als ze geen, geen 25 niet meer zijn, maar 40 worden. Um, dus dat wenst uw uh, eigen kinderen niet toe, natuurlijk. Dus dat hield mij meer bezig met het feit dat dat gênant zou zijn als die niet goed was. Die was wel, ik vond die wel goed, maar na een jaar is ze er wel mee gestopt. Um, dus dat probleem stelt zich op dit, dit moment niet, niet bij haar. Uh, en mijn zoon die is daar niet mee bezig, die is wel met muziek bezig. En ik ben zelf eigenlijk niet zo heel muzikaal, dus dat is, ik, vind, ik vind dat heel, heel tof. Maar ik vind die ook heel grappig. Mm. Um, ja... Ik weet het niet. Als hij ooit zou beslissen om uh, als comedian op een podium te gaan staan, dan zou ik die wel aanraden om zijn achternaam te veranderen. Ja? Ja. <hums> om niet Max, als Max Helsen te gaan staan. Omdat anders, anders wordt dat gewoon rot, omdat iedereen hem gaat vergelijken. Ja. Denk ik. Dan dat je zo'n Max Agnew. Zo de <laughs> Max Agnew. <laughs> Ja, je Axel Merckx, hè, de ja, zoon van ja. uh, Eddy Merckx, die nee, uh, een Olympische medaille gewonnen is Belgisch kampioen geweest, uh, een rit gewonnen in een Giro, dat weet ik allemaal. Dat was geen topper, maar wel een hele goede coureur. Maar die is heel zijn carrière lang de zoon van Eddy Merckx gebleven. Niet dat ik mezelf zie als de Eddy Merckx van de comedy. Maar, <laughs> maar, um, wie... maar Axel Merckx is een heel schoon voorbeeld, omdat wat je juist zegt. Die had nog beter gesukt, eigenlijk. Dan had hij evenveel shit gehad en had hem niet zo hard moeten trainen, want hij had een heel respectabele, respectabele carrière. Ja. Mm -hmm. En het is nog niet goed genoeg. Ja, te, maar ik weet ook niet hoe, hoe hard dat hij zichzelf deed aangetrokken, natuurlijk. Ja, hij zal er ongetwijfeld die vraag wel eens gehad hebben. Denk ja, ik maar hij is niet. toch lang coureur gebleven, dus ik denk dat... Liefde, plezier, liefde voor het vak, waarschijnlijk. Ja, het plezier van het koersen. Uh, dan toch nog overheersen. Alleen dat hoop ik in alle geval voor hem. Zit je een, ko een koers. Jij ze er een mega koers maar, van. Hè? Ja, ik hou van de koers. En die heeft dus ooit een, een rit gewonnen in de Ronde van Italië. En dat was een rit dat ze. Mee, ik, weet, ik weet niet meer mee, mee vijf of zes waren ze weg. Uh, een ontsnapping. Hij zat daarbij en hij was de beste daarvan. Maar ergens tien kilometer voor de streep is hem gevallen. En dan lijkt de koers voorbij voor hem. Maar die komt nog terug. Hij rijdt nog weg van Neander en wint. En het grappige was, Eddie Merks, zijn vader, die alles heeft gewonnen wat dat je kunt winnen, uh, en dan ook nog eens allemaal vijf keer ja. op zijn minst, die zat toen mee commentaar te geven. Uh, en. Die commentaar dat zijn blijkbaar allemaal heel klein kotjes en op het moment dat die Axel uh, over de streep rijdt en gewonnen is, is die net ook recht gestaan en dat kotje ontplofte bijna. Ja. Die was blijer dan, de, dan, dan dat hij ooit is geweest voor een van zijn eigen overwinningen, dus dat is wel heel ontroerend en schoon om te zien. Um. Want dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Als, je, als je een kind hebt en je blik tien keer beter te zien dan je in hetgeen dat je gaat doen, zou jij dat zag... fantastisch vinden? Ja, niet? ja ik wel. Ik denk maar, dat ik ken, de... maar ik ken wel mensen waar dat, dat denk ik moeilijk bij is. Ik denk dat de psychologen in Vlaanderen dat dat toch als dat weg zou vallen, dat probleem dat er veel werkloos zouden zijn, denk ik. Ja. Want ik merk dat bijvoorbeeld de, de, uh... de enorme moeilijke ja. relatie. Als het gaat over boksers. Ik ben bijvoorbeeld een grote boxfan. He, maar ja. Floyd Mayweather Jr., dat is de zoon van uiteraard Floyd Mayweather Senior. Ja. En die is een, een onkel, is Roger Mayweather. Dat is een boksfamilie. Ja. Die allemaal ofwel top contenders of wereldkampioenen zijn geweest. Maar hij is de beste van ze allemaal. Met een straatlengte afstand. Okay. En die heeft een waanzinnig moeilijke relatie met zijn vader daardoor. Die traint hem, maar die hebben al ruzie gehad, het elkaar, terug bij elkaar. Maar dat is een verschrikkelijk moeilijke relatie. Ja. Omdat, uh, omdat iemand die uh, in de spotlight staat en wel iets betekent, zijn zoon daar honderd keren over ziet gaan. Ja. Hè? Ja. Dus ik weet niet voor wie dat, dat allemaal even gemakkelijk is. Ik, 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 ik heb er geen idee van. Ik, ik, ik heb het gevoel, denk ik, dat als Amy iets zou gaan doen dat, dat artistiek is dan hoop ik dat die tien keer populairder wordt dan mij, alleen dat dat letterlijk wordt, oh ja, die er vader deed ook iets. Zo. De, er is wel iets in mij dat denkt dat zou tof zijn als dat voor haar gebeurt. Het is vooral maar... te hopen dat als Amy dat doet, dat zij echt plezier haalt uit wat dat ze doet. Ja. Als ze gaat zingen, dat ze echt gewoon heel graag zingt. Ja. En dat dat belangrijker is dan het succes dat ze ermee heeft. Dat succes zal ook belangrijk zijn. Of, ja, het, ja, ja, ja. of de erkenning in het feit of dat je ervan kunt leven of niet. Maar vooral dat je er plezier aan hebt en dat je dus, dat je gesteund en geliefd bent door je ouders, no matter what. Ja. Mm -hmm. Oei, ik hoor in mijzelf ineens door mijn. Uh, uh, ja, uh, oké. Okay. Want je hebt ook nog een ander voorbeeld, uh, Van der Poel. Je hebt... Je hebt uh, aldri, ja, Mathieu. Ja. Een en, ja. Adrie, zeker? Nee. Adria. Ja, ja. Maar je hebt, hebt Polidor, die een fantastische Franse coureur was, nu gestorven, die is een dochter is getrouwd met Adri van der Poel, die zelf ook een topcoureur was. Um, en die heeft twee zonen die koersen, Mathieu, die iedereen kent, uh, en die zo wat alles en iedereen onverblaast als hij in vorm is. En dan ook nog een broer, David. En dat is er al van Gortsen in David. Dus die is, Ik weet niet of dat hij ouder is of jonger dan Mathieu, maar dat scheelt niet veel. En die is voornamelijk veldrijder ook, die een broer. En die is ook heel goed, maar dat is geen, alleen, dat is geen extreem toptalent, uh, gelijk, gelijk Mathieu dat is. En als je uh, de vader in Adri hoort praten, of, want die leeft natuurlijk mee en die steunt zijn zoon voor zover dat hij dat kan, uh, overal. Maar als je die hoort praten, dan je het wel bijna altijd over zijn jongens, allebei. Die betrekt in David er ook allebei uh, bij. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is een soort. Veld wat dat, dat een slagveld kan worden, dat je zo ziet. Dus ik denk dat heel veel afhangt van hoe de ouders de aandacht uh, verdelen en richten. Mm. De aandacht van die kinderen richten. Ja. ja, dat is wel, want je kunt natuurlijk ook keihard een favoriet gaan hebben daardoor. Hè? En zo duidelijk laten voelen: van ja, degene met het talent is degene waar ik echt. Uh, van van een van een aan de andere vind. kant denk ik ook wel, als het is gelijk bij u of bij mij, mijn ouders hadden geen. Uh, uh, artistieke aspiraties die van u ook niet, denk ja. ik en dat... mijn vader een beetje misschien als hij jonger was, die kon goed zingen en die deed wel wat dingen als hij jonger was wat hem nooit heeft gedaan en er zat wel een klein beetje die heel andere coole dingen gedaan, maar dat was wel dat, ik voelde wel dat er soms een beetje frustratie in zat, dat hem nooit de kans had gehad ja? om daar verder in te gaan of om er iets mee te doen ja. hoe oud werd je eigenlijk als je vader stierf? Mijn, dat is nu, dat is in 2002 gebeurd. Dus oh wat was ik hier dan niks in kaars? 30, ik mis, ik in het 30, 30, hmm. 30 ja. 72, 72, just... 72, dat is 30. 72 en 2002, dat Dat gaat, hè. Dat is nog gemakkelijker, ja. hè? 30, ja, just. Ik ah, was ja. 30 toen, ja. Ja, dat is zelfs nog moeilijk voor mij. Andries. 72, 72 2002, okay, 2002. Ja. Moet 20... op, Er moet over nagedacht worden. Altijd nog het volgende, hè? 8 en dan. Zo. Is oh, dus ah, is dat, like... Hoe doe je <laughs> dat? Toen dat ik je leren kennen, dan was uw vader eigenlijk nog maar net gestorven. Nee, dan was hij nog niet lang dood. Ja. Okay. Dat was nog maar juist eigenlijk. Ja. Dus, uh, dus hij heeft dat ook nooit meegemaakt. Hij heeft niks van mijn succes ooit gezien. Dat is wel iets dat ik dan wel jammer vond. Het was Zeker dat moment, dat weet ik nog heel. goed. Ik had er ook een grap over, omdat ik het niet kon laten, van in het Sportpaleis te staan en te denken: ja, daar zit mijn moeder en er is eigenlijk een lege stoel naast. He, zo, dat is die, die naar daar moeten zitten. Zo, allee, dat was figuurlijk, want er zat gewoon iemand naast mij. Ja. Maar dat was wel zo even in mijn kop van. Ja, deze is wel. Dat hadden wij wel mogen meemaken. Al was het maar dat ik <laughs> erin kon wrijven dat ik wel gelijk had als ik het gevoel had van ik kon iets doen. Dat artistiek is. Ah ja, ook want zo. Die, die steunde nu niet echt. Uh... Nee, nee, maar dat was ook niet omdat die mij niet steunde. Dat, dat, hoe zeg je dat? dat? Dat is gewoon compleet niet interessant. Dat boeide die je ging kloten. <laughs> ja, nee, maar dat moet ik ook eerlijk zeggen: mijn mama is ook zo mijn grootste fan geworden toen het succes er was. Ah, ja. Maar daarvoor keek die ook zo van naar mij van: ja, hé. Hij nee, is daar daarmee bezig. <laughs> nee. he, wat ik ook niet helemaal kan kwalijk nemen, want ik was ook de man van 13 uh, studies in stelen en 44 ongelukken. Dus ja. die hadden ook al wel zoiets van: we zullen wel zien ja. wat ik wel snap ja. op ze ook. Dus, dus dat kwam wel van ergens. Maar ja, nee, ik heb, dat, ik heb dat, die net nooit gezien. En dat, was, dat is iets dat ik nog altijd tot op de dag van vandaag. Soms denk ik dat is wel jammer. Dat had ik wel willen meemaken. En heb je nooit het gevoel gehad van dat hij er dan wel is? Of dat hij daar wel. Goh, dat zou ik zo kunnen zeggen: dat zou zo'n mooie Amerikaanse film zijn. waar hij zou zeggen: Yes, I could feel him being there and watching me. En, maar dat is eigenlijk niet waar. <laughs> okay. nee, nee, ik had echt op dat moment zoiets van: Ja, nee, dat is hier niet. Ja. Dat was eigenlijk vooral daar, een klein beetje zo wel een gemis op dat moment. Dat ik denk: hé hey man, ga je hier wel moeten zijn terwijl dat je stond te spelen? Ja, ook wel. De, niet, niet heel de tijd. Hè. Zo één of twee keer dat dat wel door mijn kop ging. Dat ik wel dacht: oh ja, deze is wel een moment in mijn leven. En hier zing ik wellicht iets aan toen dat nog niet gedaan is. Ja. En ja, die is hier niet. Zo dat. En dat ja. was het, het, het. moment dat ik dat hardste had. Niet, want ik had al ja, momenten van succes gehad uiteraard Voordat dat dat gebeurd was. En er stonden daar niet. Maar ja. dan, dat was het moment dat dat echt binnenviel bij mij. Die is hier niet. Dat en toen ik het leids won denk ik ook, want dan was die ook juist gestorven, hè? Ah ja. Dus want dat was in 2003, dus dat was het jaar na dat jij het meegedaan, want ik zijn ook beginnen meedoen door dat u, hè. Wat ik he. je hebt gezegd. Dat weet ik ook nog. Dat was een feestje in de indoor op het zuid. Dat Och, wij daar ja. waren en dat jij naar mij kwam en dat jij zei, zeg maar doe denders mee aan het Leids Kabaret Festival. Want er is deze jaar zo'n echt gewonnen. <laughs> Hei, zo, ja, maar jij zei ook van, he, die zijn niet zo cabaret, cabaret, zoals he, kameretten op dat ja, moment ja. heel hard wel was. Ja waar ik dan dat jaar al aan had meegedaan. En maar dan heb je nog van, van op de trein, als je naar de auditie ging, mm -hmm. je zat op de trein en je je nog gebeld naar mij, waar moet ik eigenlijk naartoe? Ja, just, maar dan hebben wij zo'n leugen verzonnen op de, over een interview. Want dan heb jij nog gezegd, oh, je moet zeggen dat ik je zo met de fiets ben komen afhalen en dat je dan achterop gezeten hebt. Ah, ja. en, we, en ik heb dat dan in een interview verteld en dat is mij jarenlang nog wat blijven achtervolgen. Dat jij mij op de fiets naar daar gereden had, terwijl dat ga je er totaal niet waard. Nee. Maar dat was ook weer zo'n suggestie van u, van oh, vertel anders zo'n goede leugen. En ik dacht dan wel, ja, kom. He, zo. Dus dat zijn zo van die stomme Leuk dingen. Liegen. Maar ik had ja. u inderdaad gebeld en gezegd, waar is dat ergens? Ja. ja. Want jij had dat dan het jaar ervoor gedaan. Dat weet ik nog. En dan... Uh, ja, dat was, dat was een funny gegeven. Want ik heb mij wel, en dat is wel waar, letterlijk op de laatste dag ingeschreven dat kon. Want jij had dat tegen mij gezegd. En dat zat wel in mijn kop. Maar ik dacht, oh, wil ik dat weer al doen? Want ik heb kameretten gedaan. En dat was zo... Eh, kwartfinale ja, en een gevoel. Je ge... Ja, dat ja. was het jaar ervoor. En, 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 maar dat was naar aanleiding van dat gesprek daarover dat jij dat tegen mij zei. Ja, ja. Van doe het Leids mee. Dat ga... En ik weet toen dat, uh, ja, dat ik dacht, oh man, wil ik daarna weer al deur? Wil ik daar nog iets doen? Ja. Ik weet het niet. Maar dus achteraf, uh, dank u wel. Ja, graag gedaan. <laughs> <laughs> wou, um, het zou ook wel goed gekomen zijn zonder het Leids cabaret festival. Misschien doen. wel, maar het is wel veel rapper vooruit gegaan. Ja, Dan ja. merkte wel dat je wel in een enorme versnelling. Want we leven natuurlijk in België, en als je in het buitenland die doet, dan zeg je ze hier, ah, oh, dan zal die misschien wel eens ergens goed in zijn. <laughs> ja, <dat laughs> als de Nollander dat zeker zegt. Zeker in die tijd. Ja. Wat was uw, want je, je had het er straks over, twee inspiraties, hè, de Manu, maar je zei ook Compagnie de Koe, wat was daar het ding mee? Want dat is Bruno van den Broeke zeker die nee, dat, of nee, nee, nee wie heeft daar er wel bij gespeeld, ja, toch wel, al, maar eigenlijk is de, de kern is Peter van den Eden. Ah, ja ja, ja. Dus deze is uh, een gezelschap. En dat was een voorstelling. Ik woonde dus in Gentoon en ik had samen met Randal Kazaar. Eh, we hadden een abonnement van de Vooruit voor Dans en Theater. En wij hadden zoal twee dansvoorstellingen gezien, waar we heel hard van genoten hadden. En twee uh, theatervoorstellingen, die, we, die ik echt verschrikkelijk vond. En de Randal ook. Dat je niet alleen u verveeld hebt, maar dat je ook nog eens kwaad buiten komt. <laughs> uh, je kent het wel hè? Ja, maar voor, wat, is, wat is het gevoel dat je hebt als je in zo'n zaal zit en, je, en dat begint en je denkt al oh for fuck's sake wat, zijn, wat waren zo dingen waar dat je, dat je direct al kwaad van werd dat je het zag maar er is iets dat, ik weet dat ik word nu veel minder kwaad dan toen van slechte dingen op een podium als, als ja. ik nu iets op een podium zie gebeuren is er veel meer mededogen en ik zie dingen mislukken of ik denk van ah dat werkt niet hierom en hierom, omdat ik zelf ondertussen ook al heel veel dingen heb gedaan die mislukt zijn natuurlijk. Want aan alle uh, goede voorstellingen gaat veel geprutst van vooraf. Mm -hmm. um, dus ik zie nu, zie ik mezelf er ook altijd staan. Maar toen, omdat ik er zelf ook nog niet bij behoorde, was er eigenlijk ook altijd wel, denk ik, een ondertoon van jaloezie. Ja. Ja, als iemand die daar mag staan, uh, moet het wel echt heel goed zijn. Ja, ja. Uh, want ik mag er niet staan. <laughs> dat, dat, dat was zo, zo, en dat is natuurlijk helemaal weggevallen. Er was wel iets afgunstig ook. Dus, ja. Maar van, ik heb het twee keer echt niet genoten. Uh, ik heb niet echt geantwoord op uw vraag. Hè, maar, niet, nee, maar je kunt wel, ik denk dat je wel voorbeelden hebt, niet van zo'n momenten dat je er zit en denkt: Oh god. In alle geval, uh, wat, wat het geval was, dus met abonnement. Hè, mm -hmm. uh, je ja, hebt een abonnement, dus je moet naar die voorziening. Ik had eigenlijk geen goesting, maar je ja, hebt dat betaald. Je hebt niet zoveel geld, dus je hebt dat betaald. Dus je gaat. Ik ging met de randal dat was in de minaar En dat was Compagnie de Cou, die speelde... De Nijl is in Cairo aangekomen. Dat was Peter van den Heden en Frank Fokketijn. Die ik allebei niet kende toen. Niet wist mm -hmm. wie dat... Allee, niet, niet, van, niet als acteur ook niet kende. En uh, dat begon met zo een, een soort salon uh, als decor. En, en zo achter dat salon staat een biljarttafel... En daar staat een kale acteur, Peter van den Deneden, die staat uh, te biljarten, zo wat ballen te stoten. Dat is het begin. En terwijl hij dat, dat deed, uh, ik, ik, was, ik had dus eigenlijk niet echt goesting. Terwijl hij dat, dat deed, denk ik, ik denk niet dat ik ooit negatiever geladen in een zaal heb gezeten <laughs> als toen. Uh, Met van, oh nee, dat is weer zo'n acteur die een uh, diepgang wil doen, vermoeden. En straks allemaal dingen gaat zeggen die intelligent klinken, maar waar dat, waar dat hem zelf nauwelijks van weet, wat dat het betekent. Maar die dan referenties zijn aan uh, filosofen en dichters, waarvan dat hem ooit heeft gehoord en denkt dat ja, belangrijke filosofen en dichters mm -hmm. zijn en, en uh, poëten, uh, terwijl het hem er niks van snapt en de, de on onderliggende idee is natuurlijk van ik snap dat wel allemaal, ja, ja. maar fijn. Dus zo ik zat zo in die zaal ja. en dan komt de Peter van den Nede zo naar voren, naar dat salon en die komt voor het publiek staan en die zegt goeiendag tegen de mensen, maar eigenlijk zonder iets te zeggen. Dus hij stond er een dertigtal seconden goeiendag te zeggen zonder letterlijk iets te zeggen en dat was ineens veranderde. Dat was spannend en grappig hoe dat hij er stond terwijl hij eigenlijk niks zei en oogenschijnlijk bijna niks deed. En dan zei hij de eerste zin van dat stuk, mijn broer komt trekt. Ah, en ik vond het trekt fantastisch ook. Nee. Als je zo, dat is een, een beetje een kei rare zin. Hè. Als je zegt mijn broer komt trekt, dan doet dat vermoeden dat wij allemaal weten, uh, dat wij allemaal zitten te wachten op uw broer, mm -hmm. dat wij weten dat dat uw broer is. Um, dus je doet een hele wereld vermoeden met zo één onnozel zinnetje. Niet dat ik die dingen allemaal dacht op dat moment, dat, dat, dat denk ik achteraf. Maar in alle geval met dat zinnetje ging er gelijk iets open. En dat was dan een voorstelling die superspannend was en kei, kei, kei grappig. En ook slim, gewoon. En dat dus ik had Wacko gezien. Wacko was uh, wild en uh, waanzinnig en heel fysiek. En deze was uh, minder dat, maar, maar er zat evenveel energieën en op een andere manier. Er zat heel, heel, heel veel spanning in. In die twee, die twee broers dan. Ik kan niet al de voorstelling uitleggen. Uh, mm -hmm. Maar in ieder geval, er is veel concurrentie tussen die broers. Maar die doen alsof er niks aan de hand is. En die praten ook, wat ik ook nog nooit had gezien in het toneel. Die praten ook tegen de mensen. Klik ja. wij dat doen, is er, is er ja. geen vierde wand. Nee. Dus die praten over elkaar tegen de mensen. Terwijl de ander erbij zit en dat ook kan horen. En op die manier. Um, voer die ook een gevecht, snap je dat? En probeer die ja. ook altijd elkaar te overtreffen, maar altijd op zo beschaafde, half-intellectuele, uh, gemene manieren eigenlijk. Ja, dat, was, dat was fantastisch. Dus dat was de tweede. Ja. En dus... dan denk de, als je nog niet heel veel gezien hebt, dan denk je de daarna van, dat wil ik doen. juist hetzelfde. Ja. Dat omdat, gaat, uh, ja, ja. ja, maar wel, wel cool. Omdat je soms waar je je inspiratie van haalt. is niet altijd direct waar je denkt dat je het gaat vinden of zo. Ja, dat is en waar. je ziet dan iets en je denkt: oh, oké, okay, zo, zo kan het ook. He, je kunt ook zo van die. je kunt ook totale tegenovergestelden hebben. Dat is soms ook funny. Dat je zo. Het was een stuk van de Adrian van den Hoofd. Ik heb dat altijd gezegd. Ik heb het ook tegen hem gezegd toen hij zat, waar ik altijd salous op was. Ja? Dat hem geschreven had, maar op een goede manier. Dat ja? ik dacht, deze is echt goed, want ik herken dat, ik weet niet hoe hard. En ik denk iedereen dat naar theater gegaan is, herkent dat. Dan doet hij zo vijf verschillende beginnen van een toneelstuk. Maar ja, zijn, idee. zijn uitgangspunt is: je kunt dat hebben, dat de lichten uit gaan, er gaat een licht aan op theater. Het eerste beeld dat je ziet, de eerste zin dat je hoort, en je denkt. zijn gesjareld, hè? Kan je er hier voor twee uur aan om deze? En dan doet hij zo van die beginnen van een voorstelling, maar dan ging hij oh, dat ik er Ah, fantastisch. Dan zo'n dansvoorstelling dat je zo in foetushouding op de grond ligt. en je ziet dat al, en je denkt. oh! Nee! En zo opengaan, bloem. Een, dat's, ja, ja dat is ja. nog beter ja. natuurlijk, dat doet hem dan niet, maar als het dat dan was. En zo weet dat nog van die dingen. Ik herinner me ook zo'n toneelstuk dat ik zou zeggen: dat het licht ging aan en er zit zo'n familie aan een tafel. En de eerste zin is: ik kan niet zeggen dat ik zot ben van deze July. Ja, en ik schoot keihard in de keihard lach, lach, want ik begin. vond dat keihard funny, maar ja. dat is het enige goede dat er dan gebeurd is. Ai. Zo, dat je erna zo door het. oh nee, deze is echt gruwelijk. Maar die eerste zin in. vergeet ik nooit. Dan ja. dacht ik, deze schoft fantastisch ja, worden. Want ja. ik vond dat mee, want je kunt gelijk zegt. begin is belangrijk ook. Hè? Absoluut. Ik ben er nooit niet zo heel goed in geweest in een begin. Jij wel, hè? Ik, ja, ja, ik ben alleen. Dus, ik vind dat ook keihard belangrijk. Ik ben bijna altijd blij met het eerste dat ik zeg op, op, uh, op podium bij een voorstelling. Ja. Is dat iets waar jij heel lang over nadenkt of komt dat meestal vrij dat snel komt bij je? Nee, dat kom, ik heb dat niet noodzakelijk snel, maar op een bepaald moment is dat wel duidelijk. Ja. Wat je ja. net zei van die zin, want dat vond ik wel boeiend, hè, van Peter van der Nede, van Mijn Broer Komt Direct, dat is bijna een sleutel, hè? een sleutel van een universum dat opengaat. Ja, ja. En zo, toen je, toen dat dan begon te dagen, van ja, dat is eigenlijk vaccin ik je zo sleutels ontwikkeld, verschillende sleutels, is dat wat dat begin dat je naar zoekt? Want bij jou moet je eigenlijk direct mee binnen zijn. Ja. Uh, onbewust, in alle gevallen wel, Onbewust is daar wel zo. Uh, wat, als er iets op een podium gebeurt, moet er een, een dwingende kracht van uitgaan, vind ik. Uh, iets, er moet iets gebeuren waardoor dat iedereen in het publiek heeft: ik moet hier naar kijken. Je moet de aandacht van de mensen op zo'n manier uh, dwingend pakken dat die eigenlijk. Maar dat is het eerste dat je nodig hebt, de aandacht. Hè? Mm -hmm. Dat die niet het idee hebben van, ik kan nog ergens anders mijn aandacht aan geven. Dat, ik zeg dat nu, maar dat is vooral een, een gevoel zo van. En daarvoor is het begin voor mij ook altijd belangrijk, om dat, om dat te hebben. En ik denk zo, iedereen die veel succes heeft, heeft op een of andere manier een dwingende podiumpersoonlijkheid. Iemand waar je niet naast kunt kijken. Mm -hmm. snapte mm -hmm. um, absoluut Absoluut, ja, zeker. En daarbij is, is zo'n begin is wel een sleutel. Want, het was een, want dat, ik vind het altijd boeiend, de meeste mensen die komen zitten zijn, nee, niet allemaal, maar wel de meeste wel, zijn succesverhalen op hun ding. Maar mm -hmm. je, die sleutel dat je zegt, die dwingende die zin. Dat is allemaal fantastisch als het lukt, maar zijn er ook momenten geweest in de carrière in het begin dat je daar inderdaad uw zin had, uw sleutel, en dat publiek toch dacht: nee. Ja, tuurlijk, ja. Want de... maar je zegt in het begin, maar dat is nog altijd zo. Ook gewoon als ik een nieuwe voorstelling maak, ik ga in het voorjaar beginnen aan een nieuwe voorstelling. Ik heb ook elke keer echt helemaal het gevoel dat ik van nul moet beginnen. Mm -hmm. Dat ik ook zelfs niet weet hoe dat ik op het podium uh, moet staan. Hè. In mijn laatste voorstelling was dat dat figuur dat een, een, uh, een ceremonie leidt. En ik wist op den duur wat voor figuur dat, dat was. Dat was begonnen bij die moet onhandig zijn en fouten maken. Maar dat moet anderhalf uur boeiend blijven, dus er moet meer aan de hand zijn dat dat, dan dat dat een soort Mr. bean figuur is die probeert een begrafenisceremonie te leiden. En dat werd mij ook wel duidelijk op den duur, van ah, dat is eigenlijk iemand die nooit verantwoordelijkheid neemt. En dat stuurt, dat zeg je nooit letterlijk, maar dat blijkt uit van alles. Dus die wordt dat podium opgeduwd en die wil daar niet staan. Waarom? Omdat die gewoon niet kan zeggen nee, ik wil dit niet, ik kan dit niet, ik wil dit niet. Dat had die mens moeten doen. Maar die, die doet dat niet en dus ligt hem de schuld voor het feit dat hij daar staat bij andere mensen ook. Mm -hmm. uh, en dan gaat dat die allemaal kloppen en dat geeft mij uh, Hou vast om te weten hoe dat ik dat figuur speel ook op podium. Omdat ik dat snap van binnenuit, omdat ik ook zo ben. Niet alleen maar, maar ik ben onder andere zo. Ja, want dat is wel, uh, dat is wel iets dat ik heb gemerkt bij al uw voorstellingen. Jij staat eigenlijk altijd als een of andere bepaalde versie van een bepaalde persoon waar een deel van u misschien in zit, uitvergroot. Maar jij ja. kiest wel een soort personage altijd ja, om vanuit te vertrekken. Ja. Ze jij ooit vertrokken van het helemaal uw eigen? Ik heb dat al een paar keer geprobeerd en gedacht, ik moet dat toch ook kunnen. Want ja. ik vind bijvoorbeeld, ik vind heel veel, ik geniet van heel veel comedy en comedians mm -hmm. die als zichzelf, zeg maar, dat klopt nooit helemaal, hè, maar toch als een soort, iets dat dicht bij zichzelf staat. Op het podium staan um, en dat lukt dat lukt me niet. Nee. En waarom lukt dat niet? Wat is juist hetgeen dat jij voelt dat daar niet marcheert? Ik heb te weinig de idee dat het interessant zou kunnen zijn wat ik te vertellen heb. Als dus jij het zelf zegt. He. Ja. Of als ik het dan probeer, dan, wil ik, dan heb ik dingen waarvan ik denk, deze wil ik vertellen, maar dan is het ook helemaal niet meer grappig. Dan, dan wordt het uitleggen of doseren of zoiets. Um, dan wil ik te duidelijk zijn en dan ga ik het niet. Dus ik moet altijd een omweg vinden via een of ander figuur dat daar staat. Ja. Tot nu toe. Mm -hmm. ja. In mijn, in mijn uh, fantasie heb ik er al wel als een soort comedian gestaan. Normalere comedian, zeg maar. Mm -hmm. Een soort Wim Helsen die... Uh, maar in het echt... <laughs> Lukt mij niet. Ik kan niet, ik, kan de, de, ik kan niet met overtuiging daar staan. als we hem helsen en zeggen van: deze wat ik nu te vertellen heb is interessant. Is dat, is dat omdat, je, omdat je dan het gevoel hebt dat je zo'n soort uh, self-importance gaat uitstralen? Ja. alleen dat je zo. Ik zal het eens even gaan zeggen. als zijn de... ja, En het ja. rare is, als je op het podium staat, of, of de Geubels of, of Theo Maassen of zo, dan heb ik dat niet. Dan, de, dan zit ik niet te denken van uh, wie denken die gasten dat ze zijn, dat ze hier uh, mm -hmm. over de wereld van alles te vertellen hebben. Dan denk ik dat niet. Nee. Maar, dat is, maar bij mezelf heb ik daar wel last van. Ja, ja want ik denk, bij mij zou dat andersom kei moeilijk zijn. Om te zeggen, ik ga een personage spelen. Ja. Dat, dat lijkt mij. Want. Dat is misschien een aansluitend ding, dat ik mij altijd. Ja, ja, zeg maar zo. Ik denk nu aan acteurs. Ik denk dat dat ook wel. Je hebt comedians. Ja. Ik kan het nu even op flessen trekken. Comedians die staan als een versie van zichzelf op het podium. En die vertellen daar wat dat ze te vertellen hebben en maken grappen. En acteurs die doen iets anders. Hè? Die, die gebruiken personages om zichzelf uit te drukken, zeg maar. Mm -hmm. En ik denk van mezelf, ik zweef tussen die twee, dat is het. Ja, ja heel hard. Zelfs. Ik vind dat ook wel... Ik, ik weet dat ik ooit, lang geleden, eens een gesprek met u heb gehad, en dat ging over dat wij in Nederland waren, en dat ze zo heel vaak hè, van u zeggen, ja, je bent een absurdist, en dit en zo, en jij werd daar altijd wat aan betaald van. Ja. En ik weet nog dat jij toen een, een keigoede uitleg tegen mij deed, waardoor dat ik ook altijd dacht, ja, dat is inderdaad wat dat jij doet. Hè. Zo, dat was ook heel logisch voor mij, dat, je, dat jij zoiets dat, van ik ben helemaal geen absurdist in mijn leefwereld, is alles wat ik zeg logisch. Ik, ik zeg niet iets om absurd te zijn, en ik maak ook geen cabaret, ik schrijf komische theatermonologen. En ik vind dat dat ook veel, veel meer aansluit bij, hoewel dat je wel een soort losheid van een comedian hebt, want je hebt wel heel hard een besef dat je mee een publiek bezig bent ja dus en, en ik wilde de wel mensen ook doen lachen dus ja. dat hebben we ook al uh, ja. gemeenschappelijk natuurlijk. ja je wilt ja. niet alleen maar daar een monoloog doen en dan dat mensen buiten gaan en zeggen het was prachtig of ik snapte, er, <laughs> ik snapte er niks van maar dat dat inderdaad zo ja maar ik vond dat wel heel hard aansluiten bij, bij hoe dat jij jezelf ziet maar ik ja. vind dat dan wat mij dan fascineert is je gaat nu aan een nieuwe voorstelling beginnen heb al een idee wat voor iemand dat je gaat zijn nee nee dat is moeilijk. Ik heb al wel uh, wat dingen gedaan. Want Wat komt er eerst? Het personage of hetgeen dat je gaat zeggen. Dat is nooit hetzelfde. Okay. Uh, dat hangt bij bijvoorbeeld Heren, Soep, die eerste ja. voorstelling. Was er, het eerste wat dat er was, was, wat ik de juist zei. Ik wil gewoon heel graag heel kwaad zijn op het podium, op een manier dat dat lachwekkend is, dat dat belachelijk wordt. Mm -hmm. Dus dat was het begin. En daarna wordt dat dan een personage dat, dat van daaruit vertrekt. Bij mijn laatste voorstelling met die begrafenis. Was er iets anders? Ik wil iets doen met een begrafenis. En dus, dus, dat, dus dat is nooit duidelijk vooraf waarmee dat ik begin. En nu, ik heb wel een paar, ik heb nog een paar try-out-achtige dingen gedaan, nog voor corona natuurlijk, waarbij dat ik begin met heel slecht iets te zingen, Allee, iets tussen zingen en scanderen uh, dat onbegrijpelijk is. Mm -hmm. Dat ik trouwens ooit, ja, ik heb dat ooit gedaan met u en een Thomas in, in Gent. Bedenk me. Dat ja, wij met drie waren. Ja, een versie van Swordfish Trombones van, van Tom Waits. Ja, maar dat is lang geleden. Ik herinnerde mij dat ik dat heel plezant vond toen. Ja. En dus ik ben dat opnieuw beginnen doen. De voorstelling die we vier dagen na elkaar hebben gespeeld. voor steeds minder publiek, dames en heren. De el <laughs> de elke elke, ons elke, toen, elke he? dag was erger dan de dag ervoor. Ja, dat dat wist weet ik, ik niet dat we zo mee. begonnen met 30 man. 25 man, 15 man. Nee, Alex, het was, zo weinig. Was het, het was weinig, zijn man. Ja. Het was echt weinig. <laughs> er was een stukje Jawel. dat jij vanuit het publiek kwam. Hè? Altijd, ik zong Dat ja. Samori. En ja. ik zat in het publiek en ik begon dat ineens te zingen. En niemand snapte van waar dat, mag dat kwam. Maar je mag je gewoon even vragen: ja? was het briljant? Of was het niet? Of snapte het volk het niet? Dat Ach, je het achteraf terug. Wij waren niet bekend genoeg, ah, ja. uh, waardoor dat er weinig mensen kwamen. Het was. We konden ons alle drie zien, ze hadden heel goede stukken in, en het stroomde heel goed in elkaar. Ze veel energie in ook. Ja. En soms deden we iets samen, en dan van die overgangen waren ook... Het was niet gewoon drie comedians die na elkaar iets doen. Het, ja, ja van door... energie was dat wel. Ja, we hadden goeie... ook een moment, wat ik mij ook nooit, nooit meer vergeet, want dat was keipelzand om te doen, want we hadden er ook echt best op geoefend, en een volgorde en alles, hè. En dat was een stuk waarin we alle drie besloten hadden we gewoon commentaar geven op de voorstelling, maar zelf. Ja, ja. Over wat dat we ervan vinden. Ja. En dat was met alle lichten en met een pillamp. Ja. En dat was zo'n pillamp onder het gezicht van degene die je babbelt. Hè. En dat was echt letterlijk zo. ja, wat vind je er al tot hier toe van? En zo. Wow, <laughs> ja. Ik weet niet. zo eerste moest ik wel mee lachen, maar waarom, waarom begon die niet net te zingen? Dat verstaan ja. ik niet. Dit Zodat... is een vraag ik like, als, ja. ma als maat naar vraag. Ja. Ja, doet dat ook niet meer, hè? Nee. Zo, al dat absurd gedoe. Komt dat, als ik, als ik soms die verhalen hoor, dan zijn die eigenlijk redelijk klassiek geworden. Vind je dat? Ja, maar niet in hun inhoud. Maar nee. gewoon ja. grote show maken, alle zalen vol, na, veel tijd insteken, maar zo. zo ik zie niet dat je veilig speelt, hè. dat de absolute. Nee, 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 maar, maar ik weet wat je nee, ik dat je wilt zeggen Dit is dat een tijdsgeest. Nee, ik denk dat je, ja, misschien ook, maar ik denk ook dat je daar soms iemand voor nodig hebt ook. Allee, op een bepaalde manier, like wat ik met een Thomas deed, we hadden zo die twee figuren, die Duitsers, zo slechte acrobaten, zo Matthias en Udo, en we hadden zo valse snorren op en wij droegen zo. Van Die spannende zwempakjes van de jaren twintig. <laughs> en ik was, wij waren dan ook zo acrobaten die er geen kloten van kunnen, maar kei veel show verkochten. En zo dat hap 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 tegenover elkaar. En dan kwam ja. dan Thomas aangelopen en dan pakte die mijn schouder vast en ik die van hem. En dan gingen wij zo met één been van de grond en dan zo terug zo hop en met heel veel show. En dat deden jij ook met heel veel plezier, dat dommige, onnozele spel. Ja. Hè? En ja. dat vind ik ook wel enorm leuk om te doen, maar ik heb dat inderdaad sinds dat ik met jullie zo'n dingen deed, nooit niet meer gedaan. En dat klopt wel. En er zijn soms momenten dat ik, want ik hou ook bijvoorbeeld enorm hard, merkte ik als ik zo impro-dingen moest doen soms. Hè? Ik heb zo ook zo wat toneeldingen gedaan toen ik jonger was en zo. <coughs> Van overacting, dat vind ik fantastisch. Dus ik kan mij niet harder amuseren dan enorm slecht, maar met te veel overtuiging te acteren, waardoor dat, dat zo belachelijk over de top oh, wordt. Hoe zou dat er dan uitzien? Ik weet dat niet, hoe dat, dat er dan uitziet. Dat is wel, dat, dat, Ja, ik kan dat soms... Is dat ja. gewoon niet... Uh, ik, ik weet is niet. Dat niet. omdat je allemaal te groot bent worden, dat je, dat je misschien indirect het toch... Ik zie je niet durven, hè. Dat zal ik nog mm, niet zeggen, want nee, je hebt ik... veel gedurfd. Maar dat je voelt van, ja, je zit met zo'n verwachtingspatroon... Ik zou dat... De quality label... Want... Nee, ik, zou je... dat, ik denk dat ik dat wel zou durven als, ik, als wij ooit eens zouden beslissen... Ik zou nu maar zeggen, stel dat ik en een Thomas en jij niet zeggen, hé, hey, we doen dat nog eens. Dan, zou gaan, dan, ja. dan doe je dat zo. Dan, zeg de wel, kant... dan zeg je weer van, hé... Hey, ik pof, zie bof, dat je niet dat... durft, hè, maar dat, nee, soms, nee, nee. dat dat ook soms zult ouder worden. Een <svind> systeem, boekers, managers, een kalender... Ik heb zelf het gevoel dat ik ben minder... Minder... Groot, zeg maar, uh, dan de Nalix of de Geubels. Uh, in de zin van: ik kan geen tien keer sportpaleis vullen. Dat is ook geen ambitie van mij, maar uh, wat, dat zou, wat ik doe zou daar niet werken. Terwijl bij u klopt dat helemaal. Um, maar dus ik heb een minder publiek, wat dat, ik, dat is perfect voor mij. Maar ik denk dat dat, dat voor mij wel uh, comfortabeler maakt om eender wat te kunnen proberen. Snap dat? Of in mijn, in mijn hoofd is dat. In mijn hoofd is dat. Het is goed dat ik niet, uh, ja, ik, ik niet zo'n groot publiek figuur ben, waardoor dat ik veel meer rarigheid kan blijven proberen. Ik denk wel dat dat moeilijker is als je zo ja, intergalactisch populeert, ook al is het dan in, in een, op een klein gebied, een ja. klein taalgebied. Dat, is, dat klopt, ja. Maar, maar ik weet niet of dat, dat zo is. Hè, want ik, ik, ja, hey, ik weet dat ik, ook ik, niet. Ik, ik heb zo'n gevoel, ja, maar bijvoorbeeld als, als we dat dan gewoon vergelijken, wat ook niet hoeft, want we hebben ook altijd heel erg ons eigen ding gedaan en ook onafhankelijk van elkaar. En toch ook altijd heel veel gemeen met elkaar gehad. Want jij wordt ook iemand hè, de allereerste keer dat wij samen eens moesten optreden, en dat wij samen in een auto naar een optreden reden. Was dat ook heel duidelijk dat wij een klik hadden? Dat dat zoiets was van wij snapten van elkaar wat wij aan het doen waren. In Beveren zo. was dat niet in Beveren? Oh, weet ik dat nog? Dat weet ik niet meer. Het. Met een Brik van Dijk weet ik dat daarbij was. En een Thomas. Hè? En een Thomas, ja, ja, ja. Dat wij met vier in de auto zaten en dat dat de eerste keer was dat jij erbij ging zijn. En die kende nu van de Boerla. Dus ik dacht, dat is die gast. Ik ben wel eens geïnteresseerd wat voor iemand dat dat is. En ik kende nu van reputatie door een Thomas. Ah ja, ja, ja. ja, ja. 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 Ja, want dan Thomas was ook iemand die heeft dan mijn allereerste keer in de buster heeft hij gezien. Mm. en die MC'd daar en dat heb ik dan afge, daarna gehoord van hem, dat hij gebeld had naar de Nigel en zei: Ja, ik heb er vandaag geen gezien, uh, daar gaan we wel van horen. Ofzo. Dus dat tegen is wel... mij zei hij: Ja, ik zeg met ik gas bezig, een Alex. En ik dacht eigenlijk echt: wauw, wat dat ik dat was. Dus dat betekent dat het wel indruk had gemaakt. Ja. ja. Dat is, dat is, terwijl dat ik met een Thomas ook zoiets had. Want ik zag die MC en, en improviseren met het publiek, en ik dacht: wauw man, je kan dat allemaal loslaten en je ziet dingen gebeuren en je pikt erop in. En ik kan, dus ik was ook onder de indruk van hem. Ik dus dat ook, was keihard. Ja. Want hij had dat dan totaal. Die ging dan helemaal in zijn onzekerheid zitten soms. Dat ik ook dacht van, come on dude, wij zijn ook onder de indruk van ja. huis, hè want jij ja. kunt wel. Dat is een hele getalenteerde Thomas comedian. Thomas was toen eigenlijk altijd op zijn beste in de slechtst mogelijke omstandigheden. Ja. Ja. Als wij het niet zagen zitten, als wij ons vertrouwen verloren, omdat je in een tent staat waar veel te veel nevellawaai is, en waar de eerste drie rijen leeg zijn en er dan wat zatlappen zitten, dan zakte bij mij de moed al in de schoenen nog voordat ik begonnen was. Ja. En de Thomas die mocht er dan altijd een feest van. Ja. En hoe slechter de omstandigheden, hoe ongelooflijker dat hij nou eigenlijk. Ja. Enfin... Dan, dan kreeg je zo'n soort bovennatuurlijke rare energie zo. Ik, ik ja, ik heb dat ook een paar keren met je meegemokt. Dat wij ook van een kutavond een megaavond gemokt hebben. En dat was wel altijd al omdat dat bij Jim begon. Ja. Dat je zo'n energie bij had, waar ik van dacht, ja yeah, alright, we zijn vertrokken zo. Ja. Dat is wel heel cool. Ja, nee, ik weet dat niet. Ik weet niet hoe dat, hoe dat, dat bij mij zou zijn. Ik, ik denk wel dat ik nog altijd in mijn comedy bestaan twee stukken. Dat is zo het, het maatschappij-kritische, zal ik maar zeggen. Wat, wat ik in het begin van mijn carrière minder had dan, dan de, eigenlijk vanaf de tweede voorstelling vele meer. Uh -huh. En de andere was, was is wel zo die absurde smeerlapperij. Waar ik zo heel ver kan gaan in een compleet. Nonsensical idee. Of te ver gaan in een gedachte waar je van zegt: hier moet eigenlijk stoppen. Hier gewoon veel mensen zeggen: nee, nee, u gaat niet meer mee. En ik denk wacht, wacht, er is nog. En dat dan uitbeelden, hè? beelden ja. maken. Hè? Ja. Dat je beeld uit met woorden en met, 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 met je lichaam. Hè? Ja. Ja. ja, en een act-out comedian, zoals ze dat noemen, dat heb ik wel heel hard. Ik speel heel veel dingen, ik zeg iets en dan speel ik. Wat ja. ik zeg, om het, om het duidelijk te maken. Ja, maar ik heb mee, niet... het meer over, want het, het, het is maar ik heb het meer over dat je misschien dat dat gewoon ook wel je dat is, zo dat DIY-ding van: kom, we gaan dat rap even doen. En je begint ja, dat is maar, anders, hè? En dat je gewoon, ik denk, ja. misschien moeten we er ook gewoon om toegeven dat je wat ouder bent, en dat hoeft niet slecht te zijn, dat je, in een, dat je in een structuur zit, dat zo: kom, we zullen dat eens rap even doen, dat dat gewoon ook niet meer gaat door je status en door, ja. Ik en... weet niet of dat niet meer gaat, maar dat je niet meer zo geneigd zit om het te doen. Dat is misschien iets helemaal anders, denk ik. Alles ik kan het natuurlijk. Ik weet het niet. Wat dat bij mij helpt om, om dingen te durven, is als je dingen organiseert, of laat organiseren, uh, voor een klein publiek. Dat helpt. Hmm. De idee, uh, ik kan iets doen en dat kan enorm slecht zijn, maar ik wil het wel proberen, dat... <laughs> Met ons vreselijk geïmproviseerd toneelstuk oh. nog, met Vitalski. Ja. Ach, dat was echt... Kijk, dat oh. is niet beangstigend, of veel minder beangstigend, als je oh. weet, Twi twintig man gaat dat zien, uh, en daarna gaat er niet meer over gepraat Nee, worden. en alle chance. <laughs> en we mogen ook heel blij zijn sociale media niet bestond doen, ja, dat, dat, dat we waar, dat ja. gedaan ja. hebben. Kom, ik wil het... Wim, wat was het uh, ding hm. met Vitalski? Ja, dus Vital, Alex, Thomas Smit en ik hebben een keer samen een voorstelling bij geïmproviseerd. In Gent op een mm -hmm. plek waarvan ik de naam vergeten ben. Ja. ja. nauwelijks aangekondigd, dus er zat ook maar twintig man in de zaal denk ik. Ja. Even welke tijd is deze? wat, ja, wat ongeveer? 2003, 4. begin ah, ja, beginnen, eens. beginnen. Ja. ja. En eigenlijk denk ik dat na twee minuten de ideeën ook al op. <laughs> <laughs> en het beste was Vitalski, want je moet het hem wel geven. Hij is een topverkoper van zichzelf en van alles. En het beste was dat wij allemaal achteraf... Want dat is ook opgenomen, dat ding. Ja, ja. Wat ik uh, gelukkig nooit gezien heb. Maar er was een klein, kleine opname met een videocamera over dat we praten hoe het achteraf geweest was. En bij ons was dat allemaal stuk voor stuk... Ja, ja, dat was toch wel, uh, dat was toch wel uh, raar. Ja, ja, we voelden wel... Dat was moeilijk. Dat was niet... Maar, ja, er kwam ook niet veel. Er waren toch momenten... Zo kei serieus. Vitalski. Het is gebeurd. Het is geschiedenis. Er <laughs> waren mensen bij. Het was een unieke ervaring. En je doet daar een uitleg, man, dat ik zelf al benadacht. maar je had ik keigeire bij geweest. <laughs> en ik ja. was daarbij. En dat sukte echt Pallen, Terwijl in mijn herinnering was Vitalski wel de enige die nog wel uh, interessante of grappige dingen deed op Absoluut, ja. Absoluut. dat moeten we hem ook 100% ja. geven, ja. want dat kwam niet meer van ons. Nee. Dat was heel duidelijk. ja. Nee. <laughs> ik, hoe heette dat nu weer? jij dat nog? Hebben we had, dat, had dat hadden nou we dat nou een om... titel gegeven? Dat ja? weet ik niet meer. Nee. Ik weet dat ik ooit met Thomas een dubbel gedaan heb op uh, de Gentse Feesten. Dat was onze allereerste in dat, in dat tentje zo. Uh, hoe heette dat nou weer? Dat is een zaal waar je een circus tent van binnen had. In de zaal. De... de Tinnenpot. Vroom. Tinnenpot. Ah, ja, ja, ja. Uh, theater Tinnenpot. En dat heette In de Poep Doet het Pijn. Ah, ja. Ik herinner me dat nog. Ik weet niet waarom dat dat zo heette. Dat was een poster dat mijn zus geschilderd had. Met, mij, met ons met twee. En een hamster die door de lucht vloog. En dat heette In de Poep Doet het Pijn. En ik weet nog dat onze toenmalige Urbanus boeker... Urbanus heette ook eerst Urbanus Vananus. Vananus, ja. En toen, dingen ze, toen man die en hadden ze een band die heette Anus. Ja, ja. Zo was het, denk ik. En daarom was hem dan ook Urbanus van Anus. Maar um, ik weet dat onze toenmalige boeker, Christian Lapine, echt zoiets had van... Die, die een titel... Gaan jullie dat doen? Dat is, dat is toch niet... En, wij zaten, en natuurlijk, bij ons was dat keihard zo. Ja, die zo reageert... Dat zal wel dat zijn. We gaan, idee, We gaan ja. tot de dood vechten ja. voor die prachtige ja. titel. In, in de poep doet het pijn. Onwaarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Je zei dus van dat klein dat je daar dat een je dat, dat soort veiligheid in zo, zo ziet. Uh, is winteruur dan ook zoiets? Ja. Je zit daar in diezelfde mindset? Dus ik voel mij goed in die rol die ik daarin speel. Of speel, of uh, hoe zeg je dat? Uh, heb, hè? namelijk de rol van degene die vragen stelt en geïnteresseerd is. Um, en ik heb ook het gevoel dat ik daar kan doen wat ik wil. Het grappige is van, ik heb het gevoel, alles kan hier en er gebeurt eigenlijk bijna nooit iets. <lacht> um, <lacht> ik, ik wil zeggen. Ja, dat is eigenlijk ook niet waar, want er gebeurt vaak ook heel veel. Ja, dat is waar. Dat, is ja, waar. dat zijn gewoon kleine dingen die wel heel groot zijn, omdat er niet zoveel gebeurt. ja maar het is het feit dat ik weet, er kijkt niet keihard volk naar, helpt mij om daar niet mee bezig te moeten zijn. Ik, ben ook, ik, ik heb ook niet de, het soort. Uh, want ik zei er juist, hey, sportpaleis, mm -hmm. uh, dat zou niks voor mij zijn, dat zou ook echt niks voor mij zijn. Dat, ik ben geen nummer één. Ik wil niet nummer één zijn, om een of andere reden. Ik ben ooit eens een keer uh, toen. Uh, de Humo's uh, poppelavonden nog bestonden hè, in mm -hmm. sportpaleis en zo. Ben ik ooit eens ene keer heb ik op nummer 1 gestaan als uh, 'Om wie hebt u het meeste gelachen?' Ja, klopt. Ja. En het jaar daarna was dat iemand anders en was dat Wouter de Pre denk ik, of zoiets. En ik herinner me toen ik die uitslag zag: van, ik stond dan niet meer op nummer 1, maar op nummer 2 of 3. Ik weet het niet meer. In alle geval, ik weet, uh, mijn reactie was opluchting. Ah, ja. Dat is raar, ik kan dat ook niet zo goed uitleggen. Maar mij zou dat altijd kwaad zijn. Dan <laughs> denk ik dat ik nummer 1 moet zijn. Ja. Maar ik, ik moet wel ik heb zeggen. Het idee, als je op nummer 1 staat, dan word je dan, dan worden bekneld en heb je geen bewegingsvrijheid. Ja, dat, dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel. Ik was eigenlijk op een, op een vreemde manier, vind ik dat ook cool, dat er iemand gelijk de Filipis, is. Geubels. He, de, de Geubels, die ook zo mega populair is. En. Op een andere manier. Hè? Want ik ben dat dan, denk ik, live ik heel groot. Hè? Zo in, in, in dingen gelijk, Sportpaleis en dat soort dingen. Dat er zo'n evenement bijna van gemaakt is. Ja? Terwijl de Filip is astronomisch populair in Nederland. Waar jij trouwens ook veel populairder bent dan ik. Ben, hè? Want dat is ook een, een, een groot verschil. Ook nog eens. Maar dat heeft ook te maken met je ego. Maar fijn, dat is nog een ander verhaal. Dat moet dan moeten we dan een beetje vertellen waarom dat, dat zo is. Maar in ieder geval, bij de Filip is dat ook wel... Als, als mensen daarvan zeggen dat is de populairste komiek van België of zo, ik kan dat ook wel aan, omdat ik veel meer door, door in de jaren mijn wat jij misschien al veel sneller had, is uw positie vinden, oh, ja. weten wie dat jij zegt, weten waar dat je gelukkig van wordt, weten waar dat je niet gelukkig van wordt, weten waar dat je goed in zit en waarin ook niet. Ik kan nu gerust met een gerust hart naar de Filip kijken en zeggen, ja, die is beter op tv als mij. Die je pakt veel beter, die je nee, veel beter dat ding, dat is die is een ding. En op een podium zin ik wie dat zijn. En dat is, ja. dat is mijn kracht, of dat is de wie de 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 is ik mainstreamer, als dat kiksen. En dat is mainstreamer, jij het ook hebt. Op een bepaald ik. punt, ja, klopt dat wel. En dat, dat vind ik wel zo. Maar ik wil eens weten waarom dat jij dat zegt van Nederland met mijn ego. Je hebt het Leids Cabaret Festival gewonnen. En je had toen, eh, Degene die het Leids Cabaret Festival organiseerde, dat is een, een uh, theaterbureau ook. Dat heette toen Harry Kies Theaterproducties, nu heet dat Bunker. Mm -hmm. En dat is het beste theaterbureau van Nederland. Uh, in de zin van, die zijn eerlijk, die zijn helder. Uh, en die kunnen nu, die hebben mij bijvoorbeeld, voordat iemand mij kent, heel veel laten optreden. Die hebben mij ook de tijd gegeven, uh, voordat ik in première ging, omdat die, weet, die, die hielden mij tegen van uh, dingen te doen voor tv, die, 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 waarvan dat zij dachten dat... Dat is Rommel, uh, weet ik wat allemaal. Dus die hebben mij heel goed begeleid uh, in de markt gezet, gelijk dat dat dan heet. Mm -hmm. uh, ik heb dat ook allemaal pas achteraf bes uh, beseft. Um, en ik denk dat er maar één zo'n goed theaterbureau is in Nederland. Waarschijnlijk is dat niet zo, maar in mijn beleving is dat wel zo. En jij mm -hmm. had erbij kunnen zitten. Mm -hmm. uh, maar toen de toenmalige directeur van Harry Kies Theaterproducties, uh, namelijk Harry Kies. Uh, u, weet ik wat voor uh, commentaar gaf, op basis van uw optreden, uh, optreden dus uh, in, in het Leids, tijdens het Leids Cabaret Festival, en jij gezegd van, oh, sorry, als ik een zaal van 500 man kan doen lachen, dan zou ik er wel meer van weten dan jij. Dat heb jij <laughs> mij verteld dan. <laughs> dat heb jij mij verteld. <laughs> en als je met dat soort oh. attituden rondwandelt, of zo'n <laughs> dingen zegt, dan gaan mensen ook minder geneigd zijn om te, om te zeggen... Uh, we pakken de Naleks erbij bij ons, onze stal. Waardoor dat jij ergens anders zit terechtgekomen op een plek die ja, bij, bij een, een boeker, ook niet echt een. Hè, bij een mm -hmm. boeker die ja, veel minder goed was. Die nu ja. een tijd lang heeft gebruikt, omdat, jij, omdat je dateerde op het succes van het laatste Cabaret Festival. Omdat je helemaal geen idee had van wat is het beste voor de Naleks. Hoe zorg ik ervoor dat mensen die je leren kennen op een manier die klopt met wie dat je is en wat dat je mm -hmm. doet. Ja. Dus daardoor heb jij denk ik een paar jaar verloren en klopt, na die paar ja. jaar werd ja. jij hier groot en denk ik had jij ook, dat weet ik niet of dat klopt, maar niet meer de goesting of de fut om daar om opnieuw een publiek te beginnen opbouwen in Holland, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dus eigenlijk, daarna is dat terug beter gegaan, want mijn laatste shows in Holland waren terug echt heel cool. En ja. dat sinds, ik heb hier, ik heb er deze jaar gespeeld, dat waren ook twee van, de beste uit mijn tour, dat was de Noude Luxor en dat was de De La Maart Theater. Toffe zaal. En die waren alle twee vol. En die waren ook heel, dat was ook heel cool. Omdat ik wat ik gedaan heb, onverwacht ook. Het beste dat ik er gedaan heb was er wegblijven. Waardoor dat mensen die mij cool vinden. Mij online vonden en meer en meer zoiets hadden van die gast moet eens naar hier komen. Ah, ja. Waardoor dat je een, ander, een andere beleving daar hebt. dat jij een ik... beetje cult geworden bent. Een beetje hadden. wel. Ah, dat ah, denk ah, ik ja. wel in Holland, denk ik, meer cult dan dat ik eigenlijk iemand ben dat, hè, dat, 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 dat daar in al Duitsland, de grote. Dat is mijn cult. Dat snap nee? ik. Dat snap <laughs> ik. Uh, uh, in Zuid-Korea denk <laughs> ik ook cult. Uh, <laughs> ik en in uh, uh, Seoul. Maar wat ik zei, dat is een Turkije groot. Ja. Alex er net. Klopt dat is Klopt waar. Dat is waar. Ik kan je ook niet ontkennen. Ik bedoel, ik denk dat ik ook vaak enorm misplaatst arrogant was hè, over heel veel dingen dat ik jonger was dat ik wel voel later ouder wow, dat je wordt ook ideeën dat je over mensen net dingen dat je gezegd hebt dat ik nu nooit niet meer zou zeggen ja. omdat je iemand omdat je ook, hoe langer dat je dat is wat jij ook, ook zegt hè. omdat je zo in dat, in dat begin vindt dat je nog altijd mensen ziet waar daar afgunst bij zit en zegt dat is keihard groot en ik ben toch veel beter dus ja. waarom die je daar en ik niet. Ja. ja, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je beseft van, ja, maar ook hoe je ja. wat dat die je doet. En dan hoe... is dat totaal niet wat jij doet of hoe dat jij de dingen beziet. Ook met deze podcast is hij heel hard hè, dat ik mensen interview. Doel, ik heb hier gezeten met Gert Verhulst, dan een zalige vent vinden, denken, wauw man, inderdaad. En ik heb die afgezeken in een van mijn eerste shows hè. Ja? Maar dat ik echt van. Hè, vandaag... Wist je dat? Ja, ja, die wist dat. Maar ik heb dat ook eerlijk toegegeven. Ik ben ook nooit iemand dat daarover liegt. En ik kon ook niet doen dan Het is ook dat, dat moeilijk zo. Moeilijk best... om dat te doen als dat nee, gefilmd is in een Dat kun je ook niet echt helemaal. Maar die wist dat ook. Maar dat was wel, die had dat wel door of zo. Dat was ook iemand dat al lang door had van. Ja, man, dat komt wel goed. Hè. Als je ja. uw plekje vindt, dan ga je niet meer zo zin. Ja. Voor de een of andere reden heb je dat soms nodig. Ja. Om zelf daar te geraken en dan door te hebben wat voor moeite dat, dat kost om daar te zijn. Ja, dat niemand daar zomaar staat. Dus op zich was dat, was dat wel cool. Ik, ik, winteruur. Ja, zo, ik, dan, ik ga je wel nog iets ja, zeggen? Ja, nee? ik vind dat. Ik vind ja. dat, um, ik, allee, ik kan er heel complimenteus over zijn. Maar dat, wat ik er leuk aan vind. Ik heb het er straks ook al gezegd. Is zo die vaste waarde. Zo die een afsluit van die een dag. Um, jo, dat is ook een, een hele toffe setting en zo. Maar ik kan toch zo'n een, fompige een vraag stellen. Uh, je wordt ervoor gevraagd. Ik denk dat dat heel... Als je, ik denk, dat is zoiets, denk ik, als je bekend bent of je, je krijgt dan een mail van... Ik denk dat je blij bent. Dat is zoiets van... Je weet dat dat niet, dat dat niet het equivalent is van de slimste mensen, maar je weet... Ah, oh, dat is cool. Was dat doen. niet een idee van u ook? Mm. Of zit jij ervoor gevraagd... Ik heb de, ja, hij bedoelt, als je gevraagd wordt om als gast naar je ja, ja, te komen. Ja, ja, ja. Okay, uh, dat zijn dat zijn ja. zo van die dingen die ik aan me voorstel. Dat ik, oh, leuk, jij, dat, dat, dat is een beetje cool, dat is hip, dat is, en dit of dat. Heb je ooit al eens het gevoel gehad, je vraagt die dat die hem in een tekst afkomt en dat je denkt, die heeft eigenlijk gewoon niet gepakt, voordat je hem gewoon een beetje cool mee wil doen? Zodat je denkt, zo. Die, die die Eigenlijk eilig... kwam Jommeke, pak pakken je mij niet van spreken, en hij heeft dan toch maar Oosten uh, gepakt, of zo. Ik heb dat gevoel nog nooit gehad, nee. Maar we zeggen ook vooraf van mensen, uh, bij de keuze van hun tekst, dat ze helemaal vrij zijn, en dat ze, als ze Jommeke willen meebrengen, dat zeggen we nu niet letterlijk, zo, maar als iemand Jommeke wilt meebrengen, uh, omdat hij of zij daar... Enthousiast over kan vertellen dat hij dat er gelukkig van wordt of werd ooit, of dat dat iets betekent heeft, weet ik wat allemaal, dan is dat perfect. Ja, dus het gaat, door, het gaat erover wat, uh, wat maakt het in u vrij, die tekst? Hè? Wat, mm -hmm. wat maakt dat u enthousiast? Uh, en zo ja, waarom? Je wilt, wilt iemand zien praten met enthousiasme over die tekst of over het thema van die tekst, omdat dat voor hem of haar iets betekent. Dus ik denk dat we daar goed genoeg communiceren um, voor mensen om te snappen dat ze niet iets moeten meebrengen om indruk te maken of om uh, ja, weet ik wat, een intellectuele uh, hoogstaande uh, impressie te geven aan de mensen. Dus ik heb dat gevoel nooit. Maar heb jij dat gevoel al gehad als je, als nee? je zat te kijken? Nee, nee? nee maar ik heb, nee, nee, ik heb er veel gezien, maar niet allemaal. Maar het, 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 waarom vraag ik dat? Nou, dat vraag je natuurlijk ook niet somber. Dat je denkt, misschien zou ik dat dan wel doen. Er zit ook zoiets menselijk in. Als je zo'n tekst kiest, dat is zo... Ja, mm -hmm. dat, ja, dat is en, gelijk een plaat en, kiezen en of jaars... een film En de kiezen. jaarslijstjes, ja. dat is het grootste gelieg Buiten de opening van het parlementaire jaar is het grootste gelieg in het land zijn de eindejaarslijsten. Ja, ik heb er he. nog nooit naar één. Och, man, sowieso. De genres dat ik ken of zo, dat ik denk, ja, wat hebben je echt geluisterd? Lot is de echte lijst te zien. Het is ook niet erg, is ook desmensens. Ja, de ja. eerlijkste van allemaal is uw Spotify-lijsten. Ja. Die tegen u zegt, dit was jouw jaar. En je Ja, ja daar uh, ga je echt okay. keihard veel okay. naar gelusten. <laughs> <laughs> dat is redelijk beschamend soms bij mij. Dat ik denk, oh, is dat wat? Dat er uh, eigenlijk. Uh, <laughs> Ja, so, ik, ik zou dat ook niet. Ik in... speel CD's eigenlijk. Uh, <laughs> ik was, ik, vorig jaar wist ik hoe oud dat kan was, toen ik keek en ik dacht, er staan wel geteld twee dingen bij die opgenomen zijn na 1989. Ah, ja, ja. En al de rest is allemaal fucking oud. Dus ja, de, de ik, ga soms, aan, ik ga niet aan ja. dus al die muziek die je leert kennen vanaf je 14 tot je 24 of zoiets, die heb je dus zo binnengepakt, precies ja. dat die altijd. Mm -hmm. Blijft werken. Ja. Ja. Fijn, dat is nu iets, een helemaal andere. Uh, maar het ja. is wel. Ja, het, ik, 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 vooral het duidelijk, ik heb dat gevoel nog nooit gehad. Maar ik zou dat ook niet raar vinden. Ik zou iemand nee. er ook niet voor veroordelen dat je zo. Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld heel hard. Een van de meest surrealistische afleveringen daarvan. En ik vond dat heel funny ook. Was Daan. Die oh, ja. daar zat met zijn, met zijn boodschappenlijstje. Goed, en ja, vooral ja. hetgeen dat hij zei. <coughs> vond ik wel heel cool. Want er stonden er nooit niet weer stil. Maar die zegt: Ja, dit is een lijstje dat. Uh, voor een aantal minuten lang enorm veel voor iemand heeft betekend en vanaf het moment dat hij die dingen had die daarop stonden heeft hij dat gewoon weggegooid en heeft hij er nooit meer meer gedacht. En ik dacht: mag je verzamelt verzameld, hè? He, die verzamelt van dat, die leisjes. Ja, dat wist ja. ik niet. Maar dan ja. <laughs> zegt hij ook en dan moest, moest hij, want je vraagt ook altijd dat ze het voorlezen. Ja. En dan lees je dat voor, maar dat, dat is dan op zijn dans, ja. waar hij dan zo aardappelen. De radijsjes. Ja. En, en het beste van allemaal zo. filet Amerikaan. Vlees. Ja. Maar vooral. Ja. En ik, ja. Ik had trouwens. En jij wordt dan, wat ik doe, dan wel geniaal. Want dan, ken... dan zie ik u zitten. gelijk dat ik u ken. Of in mijn kop. Hè. Want jij doet ook zo'n soort. Naar, naar de camera zo. zo. En je voelt, ja. Wim maakt hier al een awkward moment van. Maar dan lot, lotte jij dat even vallen, dat hij dat doet. En dan zeg je, zou je dat zo nog eens kunnen lezen En dan wist ik al van, ja, here we go. En dat is gewoon, ja, dat was een, een aflevering. Mijn vrouw zat ernaast. Ja, mogelijk, boodschappen boodschappenlijstje. En, en ik had zoiets, nee, ik vond dat echt geniaal. Ja, ik grappig, heb ja. er echt keihard mee gelachen. Ja. Dus ja. Ja, het was tegelijkertijd super grappig, als een soort satire. Ja. Op, op hoe dat, maar het was ook echt, want je verzamelt... Lijstjes van mensen die boodschappen doen, die net thuis, ja, een berg van zo, allemaal van die lijstjes. Dus het is ook, klopt toch ook dat je dat meebrengt? Het is niet ja. alleen uh, lol. Nee. Dat is ook grappig, hè? Ja, en het is ook niet alleen zo, want dat vond ik ook wel tof. Hij had er ook echt een filosofie achter. Het was niet, ik ga iets wat zot en waar raar doen. Nee, ja. En ik ga eens iets meepakken dat niemand zou meepakken. Maar dat is bijna letterlijk zeggen, ja, deze is zo'n stukje. Van mijn ziel. Hier hou ik mijn eigen mee bezig. Ja. En ik had nooit gedacht dat ik dat ging delen met iemand. Maar deze programma geeft mij eigenlijk het platform om dat te doen. Ja, klopt. Ja. Wat waren eigenlijk zo teksten of mensen waar jij van vond dat dat heel memorabel nog was? Of vinden dat over het algemeen van iedereen? Of heb je wel momenten dat je soms voelt. deze een beetje een uitzonderlijke aflevering. of hier is iets er zijn aan het er gebeuren? Een, er zijn er een paar geweest. Eén, en dat klinkt heel onsexy. maar de mens waar ik misschien wel het meest van al onder de indruk van was, uh, dat was Herman Van Rompuy. Oké. Okay. Dus die het charisma heeft van gemiddeld scharnier. Een ja. uh, wet dishrag, zoals Nigel Farage het ooit zo mooi zei ja, in het uh, ja. Europese parlement. Maar ik vond die ook, ook naast, uh, naast het, de opname als mens enorm... Inspirerend, eigenlijk vond ik dat hij dat enorm charisma heeft, maar dan mm. vermomd in iemand die eruit ziet als een, als een te magere schildpad of zoiets. Ja, um, ja en wat dat je bij had, die had een stuk bij van de inaugurale reden van Kennedy. oké okay. uh, Dus een, een fragment waarin dat, dat zinnetje komt dat iedereen kent, van don't Ask what your country can do for ja, you. Ask, ask not. Ja. To, yeah. Maar het is mm -hmm. ook heel stuk dat er aan vooraf gaat. En hij ja. heeft dat, is, ik weet nu niet meer precies als ik denk. 12 of twaalfjarig jongetje, dat gehoord, uh, ik denk opgenomen ook, dus die had die een tekst en die wist op het moment dat hij die tekst hoorde, dat is wat ik wil doen. Ja. En dat, hij dus, polit politicus zijn en mensen inspireren ook, hè, door de polit, door weet ik wat, de politieker te zijn die dat je zei en dat betekent niet dat dat altijd een goede politieker is geweest, dat hij alleen maar loofbare dingen heeft gedaan, want dat zal je zelf ook niet uh, bekrachten, maar dat was wel deze inspiratie, en uiteindelijk is hij eigenlijk president van Europa geworden. Ook. Mm -hmm. um, ja, die, 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 ik vond dat ongelooflijk. Ik vond dat echt... Uh, en ook hoe dat je dat voorlas, ofzo, want was dat ook... Hij heeft dan de eerste versie, uh, dat is nogal, nogal een redelijk lange tekst. Dus we hebben dan afgesproken dat hij het eerst in het Nederlands las. Ja. En een tweede keer gingen we het dan in het Engels lezen. En als hij het in het Engels las, dan bleek eigenlijk dat hij de tekst niet nodig had. Want midden in een tekst stopte hij met kijken naar, naar, de, naar de woorden. En zei hij dat gewoon, luid op, verder op. Dus je voelde echt zo, ja, het vuur dat ooit is aangestoken in die mens, nog altijd branden ook. Ja. En ja, ja dat, was, dat was echt fantastisch, vond ik. Ja. Dus... Um, ja. Ik heb me altijd afgevraagd, als jij, hè, die uh, altijd luistert naar teksten van andere mensen, of mensen vraagt, want ik weet ook nog, toen dat jij mij vroeg, was dat nog geen programma. Dan heb je letterlijk gezegd, ik ga iets maken, en dat gaat over tekst, en je moet iets meepakken, wilde jij dat doen? Ja. ja dan weet ik nog dat wij onder Joker, buiten dat gesprek hadden, dat is dan uiteindelijk iets geworden waar ook... Hè, Zelfs een boek van verschenen is met al die teksten, dat is ook een bijna begrip geworden, winterhuur. Ja. En um, ik vroeg me altijd af, omdat jij een enorme grote liefde en met je vrienden van de poëzie, ervoor voor het woord en ook voor het geschreven woord. Jij ja. zei ook een van de weinige mensen, denk ik, waar je letterlijk je uw, uw theater, stu, allez, uw comedy of cabaretvoorstellingen kunt uitschrijven in boekvorm. Dat is ook een verhaal, dat is ook heel prozaïsche taal dat jij gebruikt. En ik heb me altijd afgevraagd: als de Wimna nou zelf een tekst zou meepakken, wat zou dat dan zijn? Ja, sommige, sommige gasten eh, die weten direct welke tekst ze mee eh, gaan brengen, en anderen vinden het heel moeilijk om te kiezen. Ik, kies eigenlijk, ik behoor eigenlijk tot die tweede categorie, want je hebt me die, die vraag natuurlijk gesteld voordat ik naar hier kwam. Ja. Dus ik, ik heb uh, bedacht: ik kan niet te lang nadenken, ik kan gewoon het laatste. Dat ik heb gelezen dat ik echt heel, heel goed vond. Uh, meebrengen. En dat heb ik bij. Mm -hmm. um, en dat is. Dat heb ik twee weken geleden gelezen. En ik kan hem nu vragen om het voor te lezen. <laughs> maar dus het is. Ik zal eerst vertellen wat het is. Het, is dus, okay. het komt dus hieruit. Het is een dichtbundel van uh, een ondertussen gestorven Amerikaanse dichter. James Tate heette. Mm -hmm. En um, de dag dat hij gestorven is, ja. vonden ze dit nog in deze. Uh, Mm -hmm. Een Typemachine. Ja. dat heeft hij de dag dat hem gestorven is, geschreven en die wist niet dat hem ging sterven ook niet okay. maar dus dat zat er nog in en dat is dan zijn laatste gedicht geworden um, en dat staat dan ook op die laatste bladzijde ah. van den het is ook een raar soort dichter, want veel mensen zeggen van, dat zijn toch eigenlijk geen gedichten um, en mm -hmm. De titel, de titel van het gedicht is ook de eerste, eh, eerste zin. Het is I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished. Mm -hmm. This, this <laughs> year staat er dan nog bij. Dat is een goed begin. Ja, ja. Uh, mag jij maar jij had het voorlezen. Jij hebt het nog niet gelezen. Ja, okay. En Ik ben benieuwd naar hoe het u... Ik, hoe... ik, ik kon ook iets, iets toegeven op mijn eigen. Dus ik, ik had niet verwacht dat ik deze ging moeten voorlezen. Ik dacht dat jij het ging doen. Het is ook in het Engels. Um, ik dat de, de, ja, de Andries kan Scan daar helemaal uh, getuige van zijn. Je heeft dat ook al een aantal keer tegen mij gezegd, maar ik zin een verschrikkelijke chameleon. Ik ben niemand die, in het zeker als ik iets doe in een andere taal of die zender waar, heb ik enorm de neiging. Ik kan ik nu wel niet Hollands praten als ik tegen een Nederlander praat, dat doe ik niet. Meer, mm -hmm. want dan heb ik in het begin vroeger ook al wel mijn eigen was schuldig aan gemaakt, maar ik vond dat altijd gruwelijk, ook van mezelf. Maar in het Engels bijvoorbeeld heb ik enorm de neiging om mij aan te passen aan de nationaliteit van de persoon waar ik mee praat. En daarmee bedoel ik als je Engels, Australisch, Schots of die zender wat is, praat ik in een Engels accent. Als ik tegen een Amerikaan babbel, gonk ik in het Amerikaans. Sowieso, omdat ik dat gemakkelijker vind. Hè? Omdat ik zo momenten heb gehad. En hoe zou jij je, graag hebben dat ik je dat voorlees? Je schaamt je daar een beetje over, of niet? Ja, soms wel. Omdat je het idee hebt dat dat niet authentiek is? Ja, nee, omdat dat? je zo het gevoel hebt dat je soms een beetje je eigen verlogen, hè, dat je zo denkt, oh, maar ik ben eigenlijk Engels. Dus als ik hier dat Engels lees en ik lees het zoals mijn vader sprak, dan is dat in een Noord-Engels accent. Maar als ik lees zoals ik bijvoorbeeld op school Engels las, is dat in een soort algemeen Engels. Omdat dat ook mooier moest zijn, want ik kreeg ook commentaar hè, van mijn leraren van... Dat is een te zwaar accent, of je moet oh ja. meer in een soort algemeen. En wat is dat, Oxford English? En dus Oxford English, Received ja, Pronunciation. Ja, voilà, ja. dus inderdaad dat. En dan heb je natuurlijk nog Amerikaans, waarin ik heel hard, ik hou heel hard van die taal en van de manier waarop dat die spreken. Ik heb ook al een aantal keer ervaringen gehad met een Amerikaan, waarin ik er tegen babbel, en dat een, toen ik in mijn Engels accent sprak, zei excuse me, sorry. En omdat ik dat zo hard haat, dat ik iets moest herhalen, ja. switchte ik naar zo'n soort Amerikaans. Dat ik dan ook automatisch doe. Ja. Dus het is een Amerikaanse schrijver, maar hoe heet het liever? Dat ik het in het Engels doe. Waarbij of? voelde jij je het beste? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het is daarom dat ik het aan u vraag. Wat ja, zou je ja. het liefste hebben? Ja, het maakt mij eigenlijk echt niet uit. Als het maar verstaanbaar is, het is ook geen, geen, geen moeilijk Engels of zoiets. Dus uh, ja. het Engels waar dat jij je het gemakkelijkste mee amuseert. Oké. Okay. Maar wil, wat zou jij willen? Doen? Groundkeeper Willie uit The Simpsons of zo. Uh, Yo, zo erg om het niet maken. <laughs> dat slagen echt nergens in. Doe het gewoon brengt. man. Yeah. Nee, doe het. Ik, ik wil het nee, weten. Het nee, is een gewoon moment. Gewoon doen. Daarom stel ja. ik ook de vraag. Okay, niet nadenken. Doe het, het gelijk niet. dat je het voelt. Het is een Amerikaan. Ik voel het zo. Yep. I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished. I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished this year. I'd won the hot dog eating contest on Rhode Island. No I hadn't. I was just kidding. I was the armless wrestling champion in Portland, Maine. False. I caught the largest boa constrictor in southern Brazil in my dreams. I built the largest house out of matchsticks in all of the United States. Wow. I caught a wolf by its tail. Yummy. I married the princess of Monaco. Can you believe it? I fell off the Mount Everest. Ouch. I walked back up again. I was tiring. Snore i sat uh, i set a record for fitting in my chair and snoring louder than anybody else. awake. i set a record for swimming from one end of my bath to the other in no count nebraska. <laughs> blurb. I read a book written by a dove. Great. I slept in my chair all day and all night for 30 years. Woo! I ate a cheeseburger every day of the year. I never want to do that again. A trout bit me when I was washing the dishes, but I couldn't catch him. I flew all over my hometown and didn't recognize anyone. That's how long it's been. A policeman stopped me on the street and said he was sorry. He was looking for someone who looked just like me. What are the chances? Dat is echt cool, gelezen, echt super. Maar dus een paar uur later was die dood. Die wist ja, niet ja, dat ja. hij ging sterven als ze hem dat schreven. Ja. Goed voorgelezen. Ik zeg u terwijl dat je het voorlas ook meer en meer plezier krijgt. Ja, het is keihoopt, oké. Okay. Omdat je weet van ja, dat is mijn gast die in over een jaar overzicht begint van dingen dat hem allemaal niet heeft gedaan. <lacht> <Ja>. <lacht> maar wel op een manier dat je denkt ja, die zegt wel veel daardoor ook zwemmen ja. op een andere kant van mijn bad, of vooral die ene, zo lang is het al geleden dat ik nog, <laughs> ja. dat ik nog in mijn hometown ben geweest. Waarom ja, vond we dat zo cool, zotte. Wim? Ik zag, ik zag de Naleks in het begin uh, gewoon goed lezen en ontdekken wat, wat voor soort tekst dat het was. En ik vind dat, natuurlijk anders breng ik die niet mee, uh, ik vind dat echt fantastisch leuk, die tekst, en ik zag... Terwijl het een Alex aan het lezen was, dat hij in het ritme kwam en dat hem zich begon te amuseren, want je begon ook te lachen gewoon. Ja. Alleen te glimlachen terwijl je het las. Dus ik had aan het gevoel van: oké, okay, ja, de, de Alex ervaart die een tekst gelijk dat ik die ervaar. Of, of, of toch voor een stuk, namelijk gewoon, dat amuseert zich er keihard mee. Ja. En dat vind ik, dat, dat is. Uh... Dat is een toch laatste tekst om te hebben, eigenlijk. Maar Omdat dus hij er, eindigt ja. met: A policeman stopped me on the street and said I, he was sorry. He was looking for someone who looked just like me. What are the chances? Ja. Yeah. En diezelfde <laughs> dag sterft hij. Dat lijkt ook alsof dat, dat een soort uh, ja, alsof dat je weet dat hij gaat sterven zonder het echt te weten, snap je? Ja. Die policeman, dat kan ook. Dat is mijn, mijn invullingen natuurlijk. Dat kan ook zo. Hoe noemen ze dat? The Green Reapers. De dood. Ja, 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 ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. ja. What dan, are, vooral ook what are the chances? What are the chances? Dat je denkt, ja. Ja, uh, yeah, pretty much was hij aan het kijken naar iemand who fit your description. Dat ba basically jij wordt. Ja, dat ja, is. Ja. Deze is ook een gast in alle mogelijke uh, literaire prijzen die je, hebt, die je kunt winnen uh, voor literatuur in Amerika. heeft gewonnen als dichter. En die schrijft in zijn laatste gedicht kinderlijke dingen, gelijk. I fell off of Mount Everest. Ik ben van de Mount Everest gevallen. En het volgende is dan, ouch. Ja, ja. <laughs> I woke back up again. It was tiring. Ja, ja. Dat is gewoon, dat is echt een kind van zes zou je zoiets bedenken. Want dat is dat ja. in zijn laatste gedicht, ja. Ja. Het is wel cool. Ja. Hoe zijn de rest van deze gedichten eigenlijk, als je dat vergelijkt daarmee? Is dat, is dat iets uitzonderlijk voor hem ook? Nee. Dat je zegt, of heeft hij nog veel van zo van dat soort. Maar er zit ook heel veel humor in, hè? Ja, dus er allemaal, zit allemaal heel veel humor in. Oh, okay. Dus heel vaak is het, begint het met iemand... Iemand zit in een, in een, in een probleem, een onbegrijpelijk probleem. Oh, ja. Bijvoorbeeld, een gedicht begint... Hij noemt dat gedichten, je kunt dat ook verhaaltjes noemen. Ja. Een gedicht begint bijvoorbeeld met iemand die zegt... Uh, ik ga echt niet naar het bos deze nacht. Het is koud, het is donker en... Ik heb geen goessing om naar het bos te gaan. Ik blijf thuis. En Cynthia answers. Dan, dus dan dus ook zo, je wordt gelijk in een situatie. Ja, ja. Dus Cynthia is dan de vrouw of de partner. Hè, die die, die antwoordt dan: uh, But they've kidnapped our baby. You have to go look, look for it. <lacht> <lacht> zo begint een gedicht, bijvoorbeeld. Het is wel ja. grappig dat uiteindelijk, als je dat allemaal bekijkt, dat dat ook weer heel hard te vergelijken is met dat allereerste toneelstuk dat u in, in uh, inspireerde van, van cool. ineens in een situatie gegooid te worden en dan maar zien wat dat er u overkomt. Dat is wel zo, ja. Terwijl dat, dat gebeurt. En dat dat eigenlijk bij uw voorstellingen ook heel vaak zo is. Ja. Jij komt op podium, jij zegt in een eerste zin die je al suggereert dat we enorm veel voorkennis hebben, terwijl dat dat niet is, maar je gaat wel direct mee in die wereld. De dus zin die ik het allerliefste zei... Uh, als Eerste zin van al mijn voorstellingen was bij um, spijtig, spijtig, spijtig. En dan kwam ik op en dan zei ik: Als ik mijn kant van het verhaal nu ook eens mag vertellen. <laughs> <laughs> dat toe vermoeden dat er iets hangt van al die mensen die allemaal een versie hebben van een verhaal dat ik slecht uitkom. en ja. ik kan mijn kant eens vertellen. Terwijl ja. dat is niet aan de hand natuurlijk. Maar dat is wel in de kop van iemand. Aan de hand. En zo lopen ook veel van ons dikwijls rond. Ja. Natuurlijk. Met dat idee. Ja, ja. Want je speelt ook altijd een hoofdrol in je eigen film. Wat, ja. dat, ook, wat dat ook het funnie eraan is. Ja. Ja. Ik, 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 ben, ik ben meer en meer. Ik had het moeilijk met te beginnen altijd. Ik was altijd iemand dat opkomt en zo. Hey, hallo. En, en hoe is het? En dan voelde ze van. Ik moet hier stille aan. Is gaan beginnen. Ja. En je hebt wel een openingszin. En dat ben ik wel in mijn laatste shows meer en meer gaan doen. Je hebt wel je moment dat je zo. Hey, hè, Want ja, dat zijn... Dat past ook een beetje bij wie dat ik ben. Ik heb ook meer zo'n soort. Dat is minder theater, meer rockster. Ja. Dus dan kreeg ik ook een beetje dat, dat ding dat, ja. ik, dat ik mijn eigen heb aangemeten. Maar dat was wel in de laatste shows. Voelde ik wel. Ah oh ja, je hebt wel een openingszin. Zo, een van de leuke dat ik vond om te zeggen was. Ondanks al mijn succes ben ik nog steeds mezelf gebleven. En dat is eigenlijk ook een mega zeg je dat bullshit. Op de ja, een beetje. Ja, en, maar wel, je voelde al wel ja, dat, dat, is dat er super een ongelooflijk arrogante ja. nonsens zit. Ja. 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 Waar je zo van denkt, ah ja, en dat die deed mij ook altijd plezier om te zeggen. Ja. Of zo, ik kon beginnen met een kleine mededeling. Dat was van mijn laatste. ik ben voor het eerst in mijn leven geen inwoner meer van de stad Antwerpen. Mm. En dan kreeg je ook mensen die direct, oh, boe, of, of, of als je buiten Antwerpen staat, kreeg je al direct een applaus ja, natuurlijk, ja. want iedereen is zoiets, jij woont niet meer in dat vreselijke ja, Antwerpen. Er dat zijn ja. dus zo van die dingen, maar dat was in het begin niet, dan had ik het altijd heel moeilijk om te beginnen. Je, je hebt een Amerikaanse comedian, ik ben nu zijn naam uh, vergeten, wacht, zijn dat super populair was hem, totdat ze hem in een soort metoe was. Louis C.K. Ja, Louis ja. C.K. Dan... Uh, Theo had mij eens een cd ervan gegeven, voordat ik naar geluisterd heb. Er zijn ook mensen die naar cd's luisteren. Ja, maar ik heb er nog veel thuis staan. Zo. Ja, maar je, dus, <laughs> jij weet, je kent waarschijnlijk wel het stuk, dat ik uh, maar die begint zo te praten, die begint met hello everybody. En dan everybody, of course not everybody is here, eh? yeah. there's a lot of more people, en daar blijft hij dan over. Uh, op doorgaan. Hey, van, uh, dus je, je, je hebt bijvoorbeeld alle mensen die in China wonen, alle dooi mensen, ja. Hitler, ja. Louis <laughs> Armstrong, enfin, die hebben niks met elkaar te maken. Maar, enfin, zo, dus dat gaat nergens over, dat is wel heel grappig. En ja. dan na een paar minuten geeft hij toe, I don't know how From to start a show. Ja. Yeah. Dat is goed. Hè. Dat is heel goed, want dan ligt hem uit waarom ook. Hè. Ja. Hoe onnatuurlijk dat dat is om op te komen en iets te zeggen, een eerste zin te hebben. Hij vergelijkt dat dan met een openingszin uh, aan de toog van een café tegen een knappe vrouw, hoe ja. beginnen? Je? Ja. je weet eigenlijk waarom je die aanspreekt, maar je kunt dan niet zeggen, je moet iets anders zeggen. Ja. En hij vergelijkt op een podium komen daarmee. Al die mensen zitten te kijken en je komt op, en je moet er wordt van je verwacht dat je iets zegt. Ja. Maar hoe beginde? Nou, Louis C.K. Uh, had wel. Dit ding. Is dat vorig jaar hadden we dat, dat gewoon kijken, waren? na zo'n vreselijk jaar had we nee. wel de openingzin. De beste opening scene. Opening Hebben jullie, zijn jullie in ja. New York gaan kijken? Nee, nee, nee. Die was in Brussel. Ah, okay. Heeft hij gespeeld. Maar die was eigenlijk, dat was gecontesteerd natuurlijk, omdat nog dat schandaal is ook nog hangende. En die is een openingzin was. Ja, die komt op het podium <laughs> en uh, ja, die kreeg een heel enthousiast applaus. En die zegt gewoon zo: So, uh, how was your year? Zegt hij, ja, en dan was natuurlijk direct ne megalach <laughs> lach. En dan zegt hem, mine was was bad, was really maybe the worst of all 52 of them. Zo. En dan zegt hem, en ik ook. Dan zegt hem zo, before we go on, I would like to say that if you ever feel the need to jerk off in front of somebody and you ask him if it's okay, And dan zegt de meeste, and ask him if it's okay. Zo. And if they say yes, Don't believe you him. probably still shouldn't. <laughs> zo, je moet dat nog altijd niet doen. Dat hem zegt: Nee, het was, het was nog beter. Want hij zegt: If you ask if you can jerk off in front of somebody and they say yes, you say, Are you sure? Dat is het eerste dat hem zegt. En daarna nou zegt hij: And if they still say yes, you probably still shouldn't. Zo, en eigenlijk eet je ook niet veel meer erover gezegd dan dat. Jawel, de, 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 nog goed, dat, was, ja? dat was zeker het grappigste, maar dan beschreef hem dan, dan een dag. En dat is me ook bijgebleven visueel, want het is eigenlijk een hele grote vent ook: ja. dat hem zo in een restaurant zit en dat hem dan zo random ontheet. En zo mensen die zo van die volse middenvingertjes zo door een raam stoken, gewoon ja, ja, ja. dat hij er zit. Ja, want het was wel een hele coole show. Ja, dus het was wel heel heel funny waar en was zo. het dan? Um, hoe heette die Madeleine de Madeleine in, in Brussel, Brussel. Ja. Mm. ja toffe zaal ook I I raar. ik was er nog nooit geweest met die weirden trap in midden of dat op podium het komt heel heel weirde wat trouwens ook grappig is eh, How was your year? ja yeah. uh, dat is ook een grappig uh, menselijk fenomeen vind ik dat is een vraag stellen die eigenlijk geen vraag is. Eh, ik kan dan nu vragen ze die al eens in Marokko geweest? Mm -hmm. maar dat is dat interesseert me niet of dat jij in Marokko is geweest of niet. Ik wil vertellen dat ik net in Marokko ben geweest en daar dit en dit en dit heb meegemaakt. Dus die vraag is geen echte vraag. Ja. Um dus dat is eigenlijk ook niet eerlijk, van dat zo te vragen. Ja. Snap je? <laughs> dat vind ik heel leuk om over na te denken, want ja. mensen doen dat, ik waarschijnlijk ook. Ja. Een vraag stellen die eigenlijk niet bedoeld is als vraag, dus zodat je een antwoord op moet komen. Um, Bim, maar... ik, had, ik had een keihuw, ik heb hem straks verteld van ja. de week exact hetzelfde. Ik doe kleed compleet anders. Zo iemand die er kwaad over geworden was, hoe belachelijk dat de vraag is: dat als je ergens binnenkomt en zegt, hebben jullie een wc? Dat is niet de vraag, eigenlijk, hè. Het van een wc. Nee, wij kakken niet een gat in de grond. Dat is wat wij doen. Dat is gewoon iets anders? Dat was iemand die zegt... Ja, op Twitter gewoon zo... Maar dat is ook deels grappig, maar dat was... Omwille van de kwaadheid was de humor ook direct duidelijk. Misschien heb ik dat ook al wel eens... Maar als je dat analyseert, is dat... Slacht dat nergens op. Hè? Het grappige is inderdaad dat je, je er kwaad over maakt. Hè? Ja, ja. Dat is het en wordt het leuk. Toch? <laughs> ja, altijd. Je kunt nu ook zo kwaad maken over dingen. Wat, wat ook wel. Vind je dat niet? Wat, wat ik super frustrerend vind, is dat er zoiets is waar ik mij mega druk in maak. en dat je dat tegen iemand zegt en die eerste zoiets van. Maar hij is kalm. Zo, dan wil dat toch echt. dan, dan gaat de compleet deurt lind. Want je wilt. Je wilt dat die je dat doek voelt. Weet je wat dat heel leuk is? Als ja. Stel dat jij vertelt mij iets over iets dat je kwaad maakt. Ja. Hè, en dat is een verhaal of zo. Om een, gewoon te luisteren, te blijven volgen. En dan iets te vragen over een detail in uw verhaal. <laughs> Snap je? En in welke straat was dat dan? Ja. En dan zie je erin. En dan zegt Ah ja, ja, dat is een zuistras van de dingen. Hè. Ja, 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 ik weet wel dat dat is. <laughs> <laughs> een dat is, wandelen, dat is nee? eigenlijk een beetje je carrière in noten op <laughs> samengevat deze, deze misschien nog uh, om, om, om richting het einde te surfen um, je, je wilt gaan beginnen aan een nieuwe voorstelling heb je al het enige idee waarover dat je wilt dat het gaat, voel het al van waar dat komt of wat dat is dat je wilt gaan zeggen of waarover dat je het wilt hebben ja ik had dus ik had een paar try-outs gedaan, ondertussen al aan de, nee, een jaar, een, een bit, ja, ongeveer een jaar geleden. Waarin dat ik dus, dat was ik er straks beginnen vertellen: dat swordfish trombones, van Tom ja, springen ja, ja, ja. op een manier dat je eigenlijk niet weet wat er gebeurt. Dus ja. ik stond eigenlijk te zingen, maar dat, dat lijkt niet op zingen, maar ik ben wel iets aan het doen en aan het uitbeelden. En mensen reageren erop, van mensen moeten lachen, maar tegelijkertijd is, hangt er ook zo'n rare spanning van wat is het. Dit, waar zitten we naar te kijken? En dat duurt een minuut of drie, denk ik. Ja, uh, wat redelijk lang is. Ja, he? dat is redelijk lang. <laughs> um, dus dat kan alleen maar goed zijn als ik mezelf uh, sta te amuseren en als ik zelf die spanning wil houden. Eh, ja, ja. Dat ik weet wat ik sta te doen. Maar dan, als het dan gedaan is, dan zeg ik: um, Mijn volgend nummer. En dan moeten de mensen lachen. Want ja. dan weten ze van: Ah, we hebben naar een nummer zitten <laughs> ja. kijken van iemand die zichzelf wijsmak dat het een, een popgroep is ofzo. Ja, ja. Dus dat was mijn idee ook, dat ik op het podium staan, zou staan als iemand die van zichzelf denkt dat het een, een popgroep is. Ja. En dus ik kom een concert brengen. Uh, dus ik heb daar wat, uh, wat mee gespeeld al, en zo een beetje mee opgetreden. Um, maar ik weet niet of ik dat ga blijven doen, want ondertussen is er ook iets anders. Heb ik, ben ik, heeft er zich een ander verhaal uh, ontwikkeld? Geïnspireerd eigenlijk ook op hoe die James Tate uh, schrijft en denkt, dat, waarvan dat ik aanvankelijk dacht: Ik vertel dat verhaal en ik noem dat een nummer, want je kunt alles een nummer noemen, een mm -hmm. song. Hè. Um, maar nu, is dat, nu vind ik dat verhaal zo tof dat ik denk dat ik daar uh, misschien verder mee ga gaan en dat oorspronkelijke idee laten vallen. Maar ik weet dan nog niet hoe. En hoe... wat voor iets is dat ongeveer? Als ja. je. Als je... Iets, uh, iets dat uh, in de realiteit geënt mm -hmm. is. Dus het begint op een manier. Uh, het is doorspekt met allemaal dingen die uit het normale dagelijkse leven uh, geplukt lijken. Maar er gebeuren dingen die daarmee echt helemaal niet kloppen. Waardoor er iets uh, magisch ontstaat. Of de idee van iets sur surreëel, een ander soort. Uh, kijken naar alles eigenlijk. Mm. Dat, ik weet, dat klinkt, sorry, terwijl ik aan het zeggen ben, denken, dat klinkt heel, <laughs> heel vaag allemaal. Nee, maar dat is niet eerlijk. Um, ja, het is er nog niet, dus dat nee, het is het, is het nog niet. Van. Nee, nee. Maar het is soms een. Nou. Het is een wereld waarin dat ik bijvoorbeeld op een bepaald moment uh, voel ik een aanwezigheid naast mij, ik kijk en er loopt een schaap naast mij en dat blijft naast mij wandelen. Uh, ook als ik vertraag of versnel. En, maar ik wandel door een straat waar veel mensen zijn met winkels en zo, dus ik, ik zeg dan aan die mensen: dat is niet mijn schaap, uh, <lacht> bijvoorbeeld. <lacht> hè? Maar er gebeurt dan ook nog van alles, ook met dat schaap en zo. Dat, dat. Ja. Waar, waar komt dat soort stuff vandaan? <laughs> dat is een vraag die ik mij altijd heb afgevraagd: de... bij u heb ik altijd die gehad, ik kon naar u kijken en denken wat ik soms met de Gunter bijvoorbeeld ook had, Lamothe en je hebt nog zo'n mensen, dat je zo gefascineerd kunt zijn door hoe dat in je brein werkt. Dat je echt denkt, waar, wanneer, hoe zit dat in elkaar? Ik denk dat, het, dat mijn brein niet anders werkt dan dat van de meeste mensen, uh, maar dat ik blijf haken bij andere dingen. Snap je mm -hmm. dat? Er, uh, dat er iets passeert door je gedachten... Uh, en dat ik dan meer dan gemiddeld een neiging heb van: hé, dat is wel raar dat dat passeert door mijn gedachten, dat is interessant. En daarop blijf verder gaan. Ik denk dat dat, zo mm -hmm. zie ik het zelf. Dus ik zie mezelf, ja, maar misschien doet wel iedereen dat. Als zo normaal mogelijk. Nou, ik weet <laughs> daartoe het, Ik, 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 ik alles. weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik merk wel dat, dat wat dat jij wel hebt, of wat dat je vaak hebt in uw in shows, dat heb ik ook altijd wel een beetje gezien. Je dat jij een soort hoofdverhaal hebt, waard jij zo 7000 associatieve zijsprongen maakt. Ja. En uiteindelijk wel terechtkomt ergens dat je denkt, ah, oh, daar ging het naartoe. Ja. Maar, de... maar ik denk dat ook ons denken zo werkt, mm -hmm. hè? als ja. je gewoon kijkt naar hoe dat je denkt werkt, dat is een springen van hier naar daar, naar kinderen, van associaties die je zelf. Als je dat moet reconstrueren, um, ja, dan is dat gewoon een. een, een Absurd, een absurd spel eigenlijk mm -hmm. om uw denken, mijn denken. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Sommige, je hebt van die mensen die praten en praten en blijven praten, van associatie naar associatie springen. Um, en dat is dikwijls heel grappig om mee te maken een tijd lang, maar dat wordt ook heel vermoeiend mm -hmm. natuurlijk. Ja. Uh, wat ben ik nu eigenlijk aan het zeggen? Ik, denk... ik weet het niet geworden het associëren. Ja. <laughs> Wel, ik denk dat dat uh, in een um, vormgegeven vorm dat ding mm -hmm. ook in mijn voorstelling zit. Wat ze in, in zo'n literatuur stream of consciousness? Ja, 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 ja. En stream of consciousness betekent niet dat iemand begint te schrijven en gewoon blijft schrijven en schrijven en schrijven. Er is ook gekozen. Hè? Mm -hmm. Wel, welk effect uh, heeft hij als ik dat allemaal achter elkaar opschrijf? Dan wordt het saai. Nee, dat is niet de bedoeling. Deze, deze, deze mag eruit, want er moet wel, moet wel spannend of interessant of boeiend of grappig mm -hmm. uh, blijven. En ik wil er iets mee laten zien. Ik denk dat dat is hoe dat ik ermee omga. Ja. Maar Doe. eigenlijk, jij ook op uw manier. Want jij zegt daarnet en je pakt iets. Ja. Je beeldt dat uit en je vergroot dat uit. En dan neemt absurde dimensies aan. Mm -hmm. En daarom useer je je heel hard mee. Mm -hmm. En het publiek ook. Dus eigenlijk is het, het principe gelijkaardig, denk ik. Ja, ja, ja. het is ook daarom dat ik, uh, allee, dat ik denk dat er ook wel op een bepaalde manier. Zijn wij heel gelijkaardig, ook al pakken we dat op een totaal andere manier aan. Je hebt je eigen, hele eigen persoonlijke insteek, maar je bent wel. Ik voelde wel altijd een verwantschap met wat jij denkt. Ik denk eigenlijk, hè, als ik ja. een show zou spelen, die jij hebt geschreven, en andersom, gij je net die ik heb bedacht. Dat tenminste het verschil niet Denkt jij dat? <laughs> nee, dat denk ik niet. <laughs> ik denk dan Vooral zouden we zeggen, wat is er met Wim Helsen misgegaan? <laughs> en aan Alex, zegt nu heeft twee volzinnen na elkaar gezet. <laughs> <laughs> Goed. Wim, merci voor langs te komen. Graag mega cool. Het ja. heeft veel te lang geduurd voordat je hier zat. Maar ik ben uh, heel blij dat je hier gerokt bent. Als je uh, uw nieuwe show hebt, of je god in première of dat soort shit, en je wilt er wat over komen lullen, dan uh, gaan we dat doen. Kunnen ah, we kunnen okay. nog altijd babbelen. Mensen overhanden. komen meer dan eens. Je kunt hier zoveel komen als dat je wilt. Jij bent hier altijd welkom, Wim okay. Helsen. Het is dus, uh, massief veraf te komen. Dat uh, was het weer voor ons uh, voor vandaag. Ik ben Alex, dat is Andries. We zijn welcome to the AA. Dit was Wim Helsen. En volgende week zijn we er terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. ik zit hier aan je bezorgd. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. Of... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.